De eerste stap op de weg naar recovery is admitting you dat je een probleem hebt. Welkom bij de AA. Uh-oh, -huh. ik ben hier aan dit voor de zorg. Als het ergens over moet gaan. Zending is dee! Niet de bay! Glimmels op de mildernaar! Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom bij de AA, vandaag een speciale woonkamereditie. Uh, onze gast vandaag is een comedy-variété-royalty. eigenlijk. Hij is acteur, comiek en presentator. Hij was 16 jaar lang artistiek directeur van Bredene Palace. Hij werkte jarenlang in het programma van Bobbejaan Jans Jullie kennen hem ook als de helft van het legendarische komische duo Kaals en van Voren. Of uit tv-reeksen als Lillian Marleen Bompa en ook als Kabouter-Smul uit Kabouter-Plop. Welkom, Lukaals. Dat is taal, Dat is goed, hè? Dat je dat allemaal opnoemt, dat is, dat is altijd goed. Maar ik heb niet eens tien uur We zullen nu eerst al beginnen met uit te leggen waarom wij we hier zitten, want normaal zitten wij hier niet. Maar jij hebt een uh, serieuze ontsteking op on je been, hè? Ja, ik heb het om mijn been. Ja. Ja, dat... Ja. dat is de 4e april gebeurd en uh, ik had een open wondje. En ik ging naar de kinesist, zoals gebruikelijk elke keer, één keer per week. En uh, die bekeek en zei: oh, We gaan vandaag niet veel doen, want er kwam vocht uit. Zo was ik klaar, woontje, ik kwam vocht uit. Uh -huh. uh, ik zei: Oké, okay, ik ga naar huis. Thuis begin ik hier nog te daveren. Te daveren, ongelooflijk. Ik zeg ik zou precies wel wat koorts kunnen nemen Ik had dus 39,9. Ja. En uh, dan hebben ze mij direct uh, spoed gedaan. En dan uh, bleef ik er morgen blijven. En ik zeg het is niet goed. En nee, het was in de klinie. En dan ben ik uh, boven de kamer. En dan kreeg ik de noordelijke bachsters en uh, antibiotica gelijk, zo drie zes keer zo ik ook oh, met de vier ze geven we van alles <laughs> al uh, en dan kan ik er een beetje meer lag helemaal god toch ze ze me zitten hoe is het eigenlijk gekomen Ze het gewoon ergens tegengelopen of wat ja was dat ja dat is iets ingesukkeld in, in dat wondje dat, dat kan van, van ook van het rechts beginnen op links zeiden, iets overstappen, overstappen, kennelijk iets in de lucht zien, dat iets. Ja, ik weet niet wat voor mm -hmm. In ieder geval, toen zei ze ook gewoon bloed trekken. En dan zei ze. Eerst wondroos, is ook gevallen, die naam. Maar dan was het ook beginnen, zo roet. Dat, 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 dat klopte zo. Hè. Mm -hmm. dan, en dan, uh, dan zei ze. Ja, het zit ook in het bloed, het zal dus een of zoiets zijn. En dan die bloedwaarden zijn uiteindelijk dan nog een week wel gezakt. En dan uh, ik zeg ik. Ja, maak hem thuis naar huis school, want dan kan ik door. Ik kan ook verzorgd worden en ik krijg elke morgen na uh, thuisverpleging, en dat is nodig, want ik heb twee open wonden. Ja. Dan denk je, oh is wel als normaal, maar aan de kant denk ik ik zal het misschien toch wel wat beter maken. Blijf, maar je hebt twee open wonden, die bovenste is nu dicht, maar dat is heel fragiel, dat is perkament hè? Je, mm -hmm. nee, dat is, uh, <laughs> Ik hoorde je zeggen, ja, ik kon dan twee aan, ah, zandjes op zo, zo, zonder doekje, en die pakte ze natuurlijk dan en zeiden ze, oei, het vel komt bij. Ja, dat kun je wel hebben, want de as kan ook branden, natuurlijk. Hè. <laughs> en, dan uh, uh, dat is helemaal dat kleinste wondje bij zich, maar dat kan nog hardnekkig zijn en dat moet nog dichtgeroken En uh, dat zullen we wel zien, natuurlijk. Maar je er ook shows voor moeten afzeggen, denk ik. Hè? Was dat niet? Ik ja. heb in een programma gedaan. Ik ja. kon niet. Ik kwam uit de kliniek en... Als je naar voor de wc te gewoon zo twee of drie stappen moest doen, dat was al heel erg. Gezien, ik heb weer namelijk twee trappen laten zakken. Ik heb nog geen trap gedaan. Dus. Dat is wel goed, want dat is dus de enige gast die je ooit gevraagd heeft om het op een lagere verdieping te doen. Ik zeg het maar aan ontkomende gasten. Mocht er geen gewoonte van we doen dat niet voor iedereen. Maar ze hebben wel gezegd dat ze lief kon zetten. Ik heb dat gehoord, dat ja, lief Dat, een leugen, hè, man. Nee, dat nee, is zo'n leugen, dat is niet nee. normaal. Dat is al twee minuten dat hij niet is. Nee, maar voor de rest, ik zeg, ja mannen, dat was een optreden, dat we zo zijn met een concert bezig. Uh, met, wat, met wat zijn we niet bezig? Want ik zit op pensioen, ik weet alleen niet wat ik wil zeggen. En dat is nu Zijn keer... jij nu officieel op pensioen? Ja, ja, ik word deze jaar al 67. Je ziet het nu, maar ik voel het wel. Ja. Ah. Nee. En nee, en... Dat is waar. Ik dacht, dat ziet er geen dag ouder dan 25 het Maar is het eens ja, Ik kan toch <laughs> bij Spablaven. Ik ga op mijn etalers drinken. Uh... Ah, dat is het geheim van uw succes, Luc Kals. Als het maar bubbelt. Ja. Nu, ik, ja, wij zijn van een totaal andere generatie als, als komieken, jij bent al een heel eindje langer bezig en je komt ook ergens... Er ja, was, was een hele andere tijd toen dat jij begon. En dat is iets dat ik me wel afvraag, gewoon als komiek zelf, hoe was dat bij je in het begin? Wat, wat kan ik me voorstellen bij de jonge Luc Kals en hoe zit je in dat comedy wereldje gerold eigenlijk? Ja, het was, het was compleet anders natuurlijk die scholen zullen altijd en die hebben altijd bestand. er zijn theaterling en zo waarop kwam altijd lichtingen uit die oftewel musical ging doen oftewel uh, kleinkunst klein doen en zo. Ik heb dat niet gedaan. Ik ben uh, rechtstreeks het veld in gegaan en dan een van die momenten dat je regelmatig iets botst. tegen tegen harde of zachte muren of zo, maar ik wil wel zeggen, het <laughs> veld in en ik zal de stapel doel ja, met uh, met de gevolgen van dien." En uh, dat was anders. Uh, mm -hmm. Ik had ook niet zo'n nauw vast voor te zeggen. Want, want de, de periode dat ik van al die komieken het met mijn ogen heb, heb gepikt, Want als vader zei, had ik mij pieken met je ogen. Dat mm -hmm. kijk nou, ik naar Rijk. Dat was maar een, maar een ding, dat ik ook. Uh, maar Nermanteling, dat was in feite een Tony Bel in de gehalte, nou, die vond van even Gaston de beek, al die grote kon ik zo, wat je, mm -hmm. al die doet, dat zo, dat zo. Dat is in feite mijn Nerman Teling, altijd geweest, zo, zo benoem ik dat. Mm -hmm. En want je kreeg ook niet de pas op, die ging ook niet zo helpen tot de mensen. Hè? Oké. Okay. Nee, 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 nee. Dat, dat is de laat, tot hier kunnen gaan en zo alles morgen Je moet niet te veel vragen, want ja, we worden toen een groep, weg met mee, mee een duo te maken. Toen ik was toen met, met uh, Wilsompel, Sompel, daar weet ik nog, uh, Kaals uh, en Lukaals Will Sompel. En toen was ik heel ongelooflijk op dreef. En dat voelde toen al dat ik dacht, alle jongens, wat word oké, okay, dat zijn de keizers, mm -hmm. maar prinsen meigde droogs zijn. Ja. Maar ze in België niet toe. Dat is misschien ook wel eens ergens ondervonden. Hij is er ook uniek in iets. Ik zeg niet ontslijmen, maar dat is een feit. Uh -huh. en je moet ze bij niets gaan doen, want dat kan zeggen, nee, dat is maar een weg. Ik kom die Zo, zo bekijk Ik ook, er dan wat mee. Daar. Ja. En dat is dan heb Je dan op. Je begint dan hard te vechten. En je loopt op wagen manifesteren. Je komt in de Shells En dan is mijn deur: ja, 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 ja. Dat is, is een school. Ze doen maar voort. Maar, maar nooit niet. Die, die, die steun of die dingen krijgen, dat, dat kreeg je niet. Nee. En dan zei ik: zeggen, als er keizers zijn, oké, okay, de prinsen, maar pak naar Engeland. Engeland kan het allemaal blijven staan en verliezen. Mm -hmm. De two Ronnie's, uh, uh, noemen ze maar allemaal op, die Shells die er waren, maar kom bij Wise en zo. Die, en, en dan Tommy Cooper en Ben dat... Ik heb allemaal gasten waar ik iets in opgegroeid. Want ik heb een Engelse papa, dus dat waren ja. ook Markham and Wise. Dat, ja. dat, was, dat was de persoonlijke favoriet van mijn vader. Dat dat dat, dat vond die, uh... Want alles wat ja. je ziet bij Van Duin in kleur. dat komt van Markham and Wise. Geen letter, vandaan, dat gewoon overgepakt. Ja. Maar ik wil maar zeggen, die konden dan blijven staan om bij begin. En hier in België was dat oei, door te gaan doen het. Nou moeten we gewoon zeuken. Die zo. <laughs> komen toch dan en even. Zo. En, en, ja, en het is ook zo, uh, met alle respect. Voor, ik heb van, Gaston natuurlijk ook veel geleerd en veel gedaan, maar uh, die doelde ook niet zo vaak iemand niet van hun. Dus ja. uh, dat was gewoon, ik doe maar dingen, maar toen begon al met eigenlijk en Dat hadden ja. kun zeggen, lui was een schat. Mm -hmm. dus, uh, Owaarlijk direct zo ook misschien tijd kwam, maar die pakte maar als zo van, ze zijn, zei kals uit een voertuig. Rond de 50 hadden we wel zien dat ik kieren en die eigenlijk lang krijgen. Ook het, je hebt wat, wat basic nodig, je hebt wat dingen. Ik moet niet zeggen dat je naar elke exchange of zo moet ook voor de kun je erover te vertellen. Ja. Maar het geeft wel, wel een feedback voor van alles en zo. En, en dat was wel nodig, vond ik. En, en de, de gaston, mm. jongen, tot het laatste moment, belang hebben, hè? Dat belangrijk. Ik wist zeker dat was gewoon een al, lijn hey, gaston, wat voor meeste, je hebt alles gehad. Je hebt alles. En dan kwam hij eens naar de show zien, En dan kreeg de de eens plat met mijn sketchjes. En dan uh, zei hij straf zo, je zingt goed cool, <laughs> ja, zo niet zeggen dat je grappig bent. Ja, dat is goed, hè Ja, dat is goed. Maar hoe heb jij die leren kennen eigenlijk? Want dat is toch niet zo evident. En nu tegenwoordig, je leeft in zo'n tijd waarin dat iedereen nu benadert, gewoon, ja. voor van alles. Mm -hmm. Maar ik als kind, had bijvoorbeeld de eerste keer dat ik Urbanus in het echt ontmoette, dat was bij mij zo, je kon me niet nou inbeelden dat je dat ooit ging meemaken. Dus hoe zette hoe jij tot daar gekomen? Uh, ik, ik heb al die, die showzolen nog gedaan. Ik heb in een biljarpalast nog gestaan op de Stietplein. Och. Een week, en dan sluit het. <laughs> uh, <daar laughs> ben ik nog... <laughs> <laughs> en oh, als... jij wordt daarvoor verantwoordelijk. Ja, dat ben ik wel. Nog straffer hier. Als jij in België kijkt, nog een wijk, is het ook gesloten. Die, ja. dus dat die je van Antwerpen? Ja, ja, die van Antwerpen. Jij ja. bent ook naar de botten golpen? of wat? Waar ben Ja, maar hier nee, was ik niet alleen. Maar, maar, maar in een tijd dat ik in een zaal kwam, zei ik, mensen zijn er van plan van lijn kopen te blaffen met dat gaat niet <laughs> En, en, en dan ging ik met die artiesten samenwerken en zo, en dan speelde ik bas in dat orkestervuur En dan mocht ik eens een sketch zo meedoen. Maar ik heb met, met Gaston Leeuwen veel, veel programma's gedaan als presentator. En dan, ik zeg het in ieder geval, een sketch als iemand het nodig dat dan ook mee en zo. En, en Gaston woonde ook in Schoten. Mm -hmm. in Schoeten, en uh, dan ben ik ook shows gaan doen. Mm -hmm. Omdat u uw verhaal van de juist van uw de is ook uw bij die kwam bij mij. Ik had de forum in Schoten op de markt en ik ging shows organiseren. Eh. Mm -hmm. Ik deed een show met uh, Brotherhood of Men. Brotherhood Och, of Men. Oké, okay, ja. ja. Nou, vier mannen Ik had al de micro's te wachten op zijn staan. We need four. Ik zei: Ik zal zeggen: is heb nu leken naar nou, weer? Ik kies het voor mij. Ja, het for voor Dan droegen ze in just. de gilde die plot zot. Ja. En die stonden net voor op het podium. Ik had 90 man. 90, maar ik heb ze niet meer met, Ik vergeet ik hier, ik had een boer toen de ik van 90 enzo. Uh -huh. En ik denk: ja, ik moet ik, uit uh, je put geroken, ik moet ik, ik shows gaan doen. En dan ben ik met Gaston de Legal een aantal shows er gedaan. En ook met de mannen, zoals Jeff van Utsel en zo, hier in het programma, en bij Urban. Die kwamen verder de kassen en kool kopen. Ik zeg: Je moet maar je binnen, maar ook moet langs de binnen binnenkomen. Want ik heb een foto foto's gezien met de, de Lange Orden. Die heette hem nou ook, maar toen was het nog vol. Mm -hmm. En uh, toen wilde ik bij mij doen. En heb ik toen trappen verkocht mm -hmm. voor 100 frank. Yeah. Maar ik moest dat die put geraakt en zo. En dan, dan, dan was ik weer bij. met kooi Kooiman, want je had niks bij. Ik mm -hmm. had een karton doos bij met pingpongbalken en een uh, gitaar, <laughs> wat tal ik <-peler. laughs> ik zeg door is zei door als schoen schoen want overlist, nou, uh, de mensen was in schoenten geweest met deze schoen tikt op niks uh, alleen de ja, ja. en daar ben ik al ben ik al zien en ik kwam in ik de ik denk de zaal. dat de meederie een alvurenbouw zijn met die een titel ja Ach, dat schiet je dat je dat dat hij dat als weet hè ja, ja ja dat weet ik toen heb ik het ook genoemd <laughs> en ik kwam in die zaal binnen kalkalar zo en hij zei ah, ah ze kinden me nog ja, ja ja de, de, ja wat graag zei we douden natuurlijk ongeveer ja ja kom ik even vanavond kijken ja ja, nog nog die moppen is hoe niet vertellen daar vandaan zei groot museum wat je wilt doen hè <laughs> en dan kon duper en zei maai maai dat zal ziet goed vol maar ja de kaas zit in de zal zeggen <laughs> en dan minks dan nou, maai die pakt de watons zei nee nee ze klam met een soort bezin ah ja ah ja ja mm -hmm. maar ja ik heb wel die 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 mannen gevolgd of of er uh... ja ik voelde daar met met we moeten natuurlijk niet zo een uh, klein kunst uh, verleiden die waren niet Mm -hmm. uh, maar, maar die mannen, ja, dat kan ik zeker Maar verlezen als je dat programma van Jan de Wilde gehoord. Mm -hmm. Maar dan heb ik toch wel ook nog eens een dat programma te pakken, denk ik, want dan maar, jongens... <laughs> <laughs> en, jongen, denk ik, dat ligt nou mooi, maar, maar dat was zo debel van ieder geval, van... En dan denk ik, maar ja, ik maak nou, toch dat eerst dus ook. Nou. <laughs> ja, dat... Van ja, je moet dat kunnen dat we zeggen. we krijg ik ook kritiek en krijg ik dat ook in. Zo. No. En dan moeten we, dan we mogen van iemand anders ook wel zeggen wat is dus op staat. maar mm -hmm. die generaties jongens, ik heb ik door veel dingen mee kunnen doen. Staf Parment, Jij, mm -hmm. Keizbrug, al die shows. ik heb dan uiteindelijk, uh, waar ik mijn vak leerde pizza Salamander. En was de Salamander? Ja, maar maar was salamander? De salamander, dat waren zalen tot een 800 man. Mm -hmm. En op het zijn stond er een grote ton. En daar kwamen artiesten er binnen. Er was met een orkest van vijf, zes man, met een ballet van vier personen. En dan van vuur, dus de zanger, de zangeres, de, de, de dus de compère, de, de sketchenspellers en zo. Ja. En dat was elke week uh, een nieuwe show. dat is goed. In ja, Engeland ja. zeggen ze dat ook nog ja, altijd. Ja. Comparing, een en MC ze Ja, ja, ja. En die moesten we elke week een nieuwe show hebben. Dat is dus allerlei onwezenlijk in feite, want de stafpermitterie, je typte naar zijn sketch, een grote meneer, staf. Mm -hmm. Want in feite, een van de eerste duos was de staf in de gaston. Oh, dat wist ik niet. De stafpermitterie in de gaston, ja. ja, Het ja. was ongelooflijk. Maar ook datzelfde op dezelfde manier weer een beetje kapot gegaan, door, ja. eh, door diegene natuurlijk. Ja. En de straf die je typen elke week skitje, maar als je dan naar pech had en je krijgt listen, Duitslag, dan was dat zo van wie speel ik ik nou Want, want die, die, die kon dat kon je niet lezen. <laughs> maar, ...maar Die was echt actueel tot het moment dat het hem gestorven is, zo'n de staf... mochten elke week nieuwe programma's. Maar dan, dat was ook de zang die we doen. En dan je ik in het half uur... Een, 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 een muzikant in het orkest, dan ging ik op leed, het Kledijk de sketje de, de, de leekjes allemaal. En het is door. Ik ben uh, de eerste blackout heb aan overgehouden ook. En hoe was dat? Dat was uh, hier stil. Dat was. Uh, <laughs> <laughs> ik kwam met een kutie en er was streken van. Juwelen. Ik moest die week dat zingen, drinken, rode wijn. En ik hoorde een intro van het orkest en dat blijft spelen. Zo, dan, 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 dan. En ik kon verdoemen niet beginnen. Het was winteravond. Ja dat wij zouden misschien niet goed gezeten met toen, maar ik kon niet beginnen. Ik ben gewoon terug rondgewandeld en daar de ton terug naar boven gegaan. Ja. moest dat zich nu voordoen, zeiden en we kennen het allemaal. En dat... ja, 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 maar toen ja, ja. je ze begint en je dacht ik wil het dan goed. Ja, dat was, weet je, dat is een van de ja. enige, de weinige blokkaten die ik had. heb. Ja. Dat was toen, maar ja, als je dan elke week, want je, je doet dan een munt vier, nieuwe shows. Nee, dus ik heb Hollandse final, elke Hollandse finale, elke Sponsorfinale, ik heb elke land gezien. verliegers te mogen, eens te zeuken. Wat gaan we nog op dat thema doen? En dan vier nieuwweken, Dan ging er met die vier weken een andere salamander, want er waren er vijf. Okay. Het hoeft was huis, maar ze bij de Bostielse. Die er een bier hadden, ongelooflijk. <laughs> dat is ze nog plezier van. <laughs> uh, en dan moesten ze dan allemaal of zo. Er mm. uh, was nog een in, in, in Oostmal en uh, in Ingelmunster ook. Dat zijn allemaal grote zaken die dan achteraf meubelzaken zijn geworden. Ja, dat is allemaal, allemaal te niet gegaan allemaal, mm. Maar er kwamen de mensen met de fiets door. Maar dat was, toe. Echt, dat was echt een keten eigenlijk? Dat was een keten, eigenlijk. Een keten van vijf. Okay. Dat is wel zot. Ongelooflijk. Ik heb dat nooit niet gekend. Nee, de salamanderketen met ja. vijf. En dan smiddags weer de ene zaterdagavond. Boem, vol hè? Mm -hmm. Boem, vol. En, en dan bij uh, mensen was dat tafel en zo en wij te komen en zo. Joh, die speelde het kitchen ook mee. Dat ik ook zei: ze beter even op een thuis houden, want uh, dat is niet plezant. dan zei je zo: joh, 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 joh we kennen het allemaal, joh. joh. <laughs> en dan de zondagmiddag was voor de kinderen. Mm. <laughs> en dan zei, Ik probeer die stilletjes te zingen, ik probeer het eens te doen. <laughs> die waren fit, hè. En dan zondag zondagavond doe ik nog iets. Die waren dus uh, draa een stuk superwekend. Ik denk dat we door. Uh, een boterham kregen we toen ook zo, de, de grote sneeuw lag van boven, de klas sneeuw van onder. En dan koffie opgeschonken van drie uur smidig, en dan mocht je nog zes uur drinken. Mm -hmm. uh, en, en dan, dan denkt hij, ja, oh jongens, en dan in het 2.500 voor die die ding is weekend de weekend. Ja. Ik heb ben van niets, ik heb er niks spaard van, want ik heb mijn vak geleerd. Ik ga ook niet echt doen, maar ik ga altijd vooral zelfs na nog. Mm -hmm. Oké, okay, we hebben op een andere taal geleefd, we hebben ook een andere prazelierken leren kennen? Daar heb ik het van geleerd. Ja. Hey, met vallen en opstaan natuurlijk ook uh, presentaties gedaan, noem maar alles op en zo. En dan gewoon selecteren in zover dat jij kunt. Van ja, ik kom er toch meer op dat komische blaaf liggen met mijn orkestje. Dat trouwde ik ook. Ik speelde ik niet alleen voor de juiste, maar ook voor, voor bals en, en de en zo, Maar dan ben ik uiteindelijk. Dan... En dat was zingen dan vooral. Zingen, dan he, dan zingen. Ja. Maar, en dan ook wel in de tijd kon dan een trouwfeest, Dat was met spelletjes en zo. Dan, dan was dat tot vier uur morgens en zo. En dan, uh, dan dacht ik, ja, ja, ja. Dan heb ik heb nog zo'n gitaar Zo met twee stijlen nog. Ja. Right, yeah. ja, ja. Maar die zakten altijd. <laughs> En ik denk, ja, met je het gezien, je moest er een contragewicht hier aan hangen. Maar, maar als je hier levig wordt en je rijdt naar boven, ik beneden, dan zoemde je wel twee octaven uur. maar, maar dat, dat, dat is niet zo plezant. En dan heb, ik ze, dan heb ik ze verkocht en dan heb ik gehoord, je vindt dat gewoon duizelig, dat vond ik dan zo, zo waardig. Ja, je deed er, er twee gitaren gemaakt. gitaren van ja, gemaakt. Maar dat was, dat was een en, en dan voelde ik dat het allemaal in de weg zat, ik zeg ik ga ook militaardes doen, want was, uh, ja, ik heb wel een vlomste artiesten toen begeleid ook en zo, want ik kwam in Salamander, met vijf sterrenshows en dat was vader Abraham in een tijd, met, met een Ben Kramer, met noem allemaal, allee ja, noem die uit en met uit op, die heb ik ook de vuur zien passeren, maar dan wou ik gewoon op de komische tour gaan en dan zijn we meer die skits gaan doen en, zo. en dan, uh, ja dat was mijn ding daar wel ja. ja. Maar hoe zit het daarin gerold? Worden jij als kind altijd al grappig? Worden jij de die? Worden jij die ene en in de klas worden we dat iedereen van zei, ah oh, God, hij redden weer. Of hij kan dus je nagen weer niet gedragen. Of wat, wat was hetgeen dat u aantrok? Om ja, maar je niet die ver... wagen vooral ik? Zal dat... <lacht> <lacht> nee, bij mij trok het al. <laughs> Good one. Nee. Goeie bal. Ja, ja. Nee, bal. Nee, nee. Ik was zo, hè? Ik was kikkers. De de snelste en de jongste. Ik was al Vuigdielen geeft geen broers of zusters, en naaldielen geeft geen broers of zusters. Dus ja, als er familiebezoek kwam en zo, dan wil ik me nou toch manifesteren, ik wou me nou laten zien. Dan ging ik in het kot, hè, elk uh, goede Vlaams, zoals je een kot, waarvan alles hangt, allemaal lang. Nee. En tegen dan kleren, ons als vader en als broer en zo, dan ging ik me nog even kleren. En dan kwam ik naar binnen en dan vroeg ik al een echt voor mijn eerste toneeltje te doen zo. En dan uh, van mijn tante krijg ik dan niet in de franje, maar nog een kwartier franje, een paar paar haar franje, ik er maar mee zou stoppen. En, en zo, zo, dat verkleren, dat zat er al tien. Als ik mijn mocht doen dan ging ik heel erg, en een vuimiddag of zo, naar Bayens. Ik vond, vond dat geweldig van kostuums, Je zit er allemaal in die borden, die helmen. Dat gaf me iets, zo van, ook ideeën doen ze van, oh, misschien kan ik me in dat verkleren of dat verkleden. Ja, dat, dat, dat zat er altijd in dat eens weliswaar en, en ik voelde wel, van, van jongs af aan, ik moest en ik, ik, ik zou wel, toen het misschien nog niet het podium of ik zou komen mee, dat, ik had toch geen naam, uh, wat dat ging worden, maar ik moest ik wel en ik zou wel op zijn staan. mijn ja, vader dan, uh, die zei dan, ja, je ga wel een gitaar hebben of krijgen, maar je zou die muziek willen doen. En ik gewoon in Schoten, de muziekschool gevolgd, uh, ja, met alles op en dan, dan krijg je de gitaar, het was er een van een unigro een boekje zo. Als mm je -hmm. juist dat blad niet gezien. dat Ik misschien een andere gehad, maar ik heb naar nou die goeie koop gehad. En dan <laughs> heb ik, heb ik dan dat, ja, dat is ik zo begonnen. Um, maar dan voelde dat 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 loopt te lachen. De mensen zeiden, ja, ik lach bij ons zeggen, Kom mee, je, je, je te lachen of je tangen. Je ja. komt er eens binnen. Laat die moet dan nog niks doen. zeg, kans, hè, en, dan doe ik lach ik al. Zeg, dan doen ik in je vaart nog niks. <laughs> <laughs> nee, maar die gelijk als to Toon Hermans, wat, wat, ja. wat, wat een groot idool is, moet ik zeggen. Die, je kunt op Lister aanzitten zitten, dan van Elisabeth Zal, en die stond er, en die, die pakte hem, die hoesjes, die pakten. Ja. En, en dan, dan denk je, ja, die, die neidt het ook weer zo, dat je kunt zeggen. Heb uh, je die nooit ontmoet eigenlijk, Toon Hermans? Nee, daar heb ik spijt van ook. Want ik heb nog tegen de, de Herman Van Over gezegd. Zeg uit toen is voor Maat de dat ik niet binnen kon. In de Nordenbaarse le vergeven kon nooit. <laughs> uh, maar ik heb naast een shows gezien. <laughs> Omdat oh, oh, oh. oh, ja, ja, dat was toen een samenloop van de omstandigheden. Ik had ja, die samenloop, heb ik niet gezien, maar ja. ik rookte er weer binnen. <laughs> om, om, dat is ook gemakkelijk gemakkelijke mens, dat weet ik. Ja, dat, dat is toch de reputatie dat hem had: hè, dat het een hele moeilijke was. Hè? Maar dit is geen sjaals weer vandaag. Dat zeggen ze van alle want Ik zeg geen zwartgallig en ik zeg geen mm -hmm. dingen. Nee, dat denk ik niet. Mm -hmm. Maar de meesten hebben dat. Ja. Eerst met Tom Anders en zo, en Doris en zo, noem maar op, voorbeelden genoeg. Ja. En dan ook tegen de toon, de ook en zo, tegen zijn kinderen. En, ja. Maar ik zeg gisteren, want ik was in, uh, even naar de première geweest in uh, Elke Lik. Mm -hmm. En ik zei dat er een programma komt met Maurice. Maurice zei altijd zal ik van je houden. Komt juist op 8 september, dat kan ik niet gewoon zien voor de kinderprogramma. Maar dat... ik doe nu ook in, in mijn show's nog altijd uh, gewoon. Even de crux zitten, een cruxje pakken, gewoon zitten en dan zie ik gewoon een, een serieus leken. Ik kon dat niet bespreken maar het is, ook zelf niet doen, gewoon voortaan. Mm -hmm. Maar dat is een andere kant van kaas die je dikwijls nog... Hè, dat ze dat niet weten, zo, witte. Ja. En dan, oei, tot hem na weer. <laughs> uh, ja, ik is... ik heb het overleefd ook, een, misschien komen ze straks er wel voorbij in, in, in het vragenuurtje. Mm -hmm. uh, dat ik die een monoloog gespeeld heb waar ik hem terug weggezet ja. Een monoloog? Ja. Dat is een, een serieus theater. Tran, tranen, tranen van een clown. Ja. En ja, ze ik het niet. En dan kwam het zo voorzichtig het gedaan. Ik zo het is wel anders, hè. <laughs> ja. Als je dat visje ziet met hem. Uh, ja. Dus streng in die zin. Nee, ik, vond, ik, had, geen, ik had geen expressie. Gewoon, dat heb je ziet. Ja, ik herinner me. Die, die ja, al achteruit uh, uh, uh. En en, en ja mevrouw dat is anders of die eerste jaar binnen, ik had zo, ik had toch wel verwacht dat Greg van andere aandacht ging zingen en die krijgt een shot van de vent. ja ik zeg ja mevrouw en een ander die zei ja maar ik komen filmen, met ik kou van circus, ik zeg ja meneer, ik kon hier een trapez zingen, dat komt er aan <laughs> het is tranen van een clown die mm -hmm. de tranen zitten dus binnenin, prachtig vooral, als ja. ik het zelf van, van uh, Ron Aldrich. Okay. In is op een grote manier, letterlijk en figuurlijk, en die is dan ook met de première overgekomen. Hij kende een stuk, ook al speelde ik natuurlijk in het A1 en zo, maar mm Het -hmm. was voor mij ook wel eens iets anders van te doen. Nee, ik zit niet heel platten aan het wapen he. um, okay, maar ja. Voor de, ja, maar dat was voor de mensen, nee, nee, niet. maar de mensen was zoek van... Allee, de, 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 met een kan je goed, zo ze uit naar in het A1 wapen, ze doen zich nu, ik heb niks gekozen voor het A1 gewonnen, af en toe komt er wel eens een schavertje in zo dat je zegt oké. Okay. Mm -hmm. Ja, een uur en een kwartier geduurd is dus 40 bladzijden, ja. Dat moet ik aan niet zeggen zijn zeg. En waarom uh, had jij... want dat, dat, dat is iets heel typisch om, om kometen, dat, dat die ook een kant hebben dat ze willen laten zien van hé, hey, ik kan ook gewoon gewoon zitten en een serieus liedje zingen. Nou. Of, hè, ik heb met een Andries jarenlang een, een metal band gehad. Wat, de, wat je ook altijd door moet, is hoe jij vertelt geen moppen tussen de oh. nummers door. En mensen nemen een idee over u En wij hebben toch altijd die drang om ook zo te laten zien. Ja, maar wij kunnen ook iets serieus. Ja, ja maar dat kunnen wij. Ja. Waarschuwingen kunnen dat. Er wordt nieuw, hè? Nee, ja, dat is eigenlijk wel waar. Dat kan niet. Ja. ik heb al dikke dikke schat dat je zegt van van <laughs> waar kun je het nou, komen nou hoe het is van een ander wat waar kun je het komische, zitten en waar kunnen we niet eens een draai geven ik heb ik heb maar, ik heb maar mijn weekend gehoord mm -hmm. ah, juist ja dat denk ah, ik ja, maar over de, voor de dank u ga niemand niet niemand niet denken ook niet denken wat vertoemen ze zeiden, dat is weer zo, weet, dat was met die monoloog ook hè, ja. Ze kwamen dan wel zeggen, maar moeten we dan iedere keer een try-out doen? Komt ze in, vind het goed, of dan gaan we het morgen niet spelen? Mm -hmm. Zo is bekend, hè, want ja, dat wisten we niet. Het was goed hè, het was goed hè. Ja, maar ik heb gewoon gezegd, ten eerste voor mij in een vaksje te krijgen, je mm -hmm. moet al goed kunnen douwen. <laughs> <laughs> Lek die. Dat is, een bit, dat, is een bit, dat is de one-liners tot hier Dat is het beste dat we er vandaag al hebben gehoord. Uh, ja, ja alleen, een, onder, oh. een ondertitel. Ja, dat is hem. Dat is de ondertitel. <laughs> Voor mij een vakskitte dat, dat moet ik ook kunnen. Oh, ze proberen ze proberen Alleen ze ja, maar dat. Alleen matrooskenzoek. Mm -hmm. ze me niet zeg, je, je, je matroosken zijn? En dan, dan komt de notenjong. Ja, dat was Was, was er zijn. Ze, ze werden niet bepalen. Ze konden niet zeggen. Ja, dat was anders, ja. maar dat kunnen we ook. Mm -hmm. Geef ons nou eens even die dingen, die, die ik weet dat gaan sowieso, als, als komijken die kunnen, die nemen die kant, die kunnen drama doen tot en met, mm -hmm. kan ze laten janken, ik kan ze ook leggen. Dat is het, 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 het positieve, of het ding dat wij hebben, het vaardige dat wij hebben, maar zo is het toch. Mm -hmm. Ja, want het is toch grappig dat je, dat je toch altijd een klein beetje moet uitleggen, want wat, wat ik wel, wat ik altijd heb gemerkt, is als je mensen hebt die bekend zijn... Voor iets serieus. Hè. Je hebt muzikanten, bijvoorbeeld in Amerika, een gast, Henry Rollins, die een jarenlang hè, een punkband gaat Black Flag, en daarna hij je solo getoerd met een band en die stond bekend. als zo'n kwaaie spierbundel op het podium. Mm. En dan is die zo'n spoken word beginnen doen, zoals het heet, maar eigenlijk is dat comedy, want die gast is mega grappig. En dan hebben we mensen een soort acceptatie van: oh, dat kan hem ook. Ja. Maar grappig genoeg, als ze u leren kennen als iemand grappig, vinden ze dat heel raar dat jij dan ineens iets serieus gaat doen, dan doen ja. ze zoiets van dat klopt niet of zo. In mensen in hun kop klikt dat minder gemakkelijk dan andersom zo. Dat klopt en dat is gelijk Bart de Wever oh die nee humor toen die ineens bij de slimste mens zat dat iedereen door, maar die, die, die dat die is een grappige gast ja. en dat deed hij keiveel veel mensen gewonnen terwijl als dan een komiek was en die god in de politiek ja dat werkt in Oekraïne wel klaarblijkelijk ja precies Daar wel dat is ja. een gast... Dat, dat kreeg ik ook ineens zo Allemaal van die interview aanvragen zo zouden jij niet in de politiek willen gaan en ik dacht nee 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 nee, nee. in geen honderd jaar nee 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 maar dat is, dat is een voordeel dat wij hebben, en dat moet je natuurlijk eventueel zo uitspelen. Ik heb dan met die tranen met de toegeven. Ik zeg: Oké, okay, ik heb de laatste voorstelling gespeeld. Ik wil het nog wel terug doen, maar dan heb ik ook tegen, want dat zit bij palliat-producties. Mm -hmm. Ik zeg: Ja, man, maar, maar probeer dan zo één of twee of, of drie dagen bij elkaar te hebben. Dat dat ook de moeite is voor de groep te, te vragen, Want ik zie bij Palas ook nog met de Neri Horis. Mm -hmm. Dan spelen wij de ziekenhuis. Dat zijn uh, vier typen van mij en vier typen van hem. Hè? Dus voor de poes en alle poes dat, dat roept de gemakkelijk te groep. Dat zijn dingetjes van vijf bladzijden. En yeah. ja, dan speel ik eerst een militair die moet uh, <laughs> gesteriliseerd worden, want die ken met dat woord niet goed omzoomen. <laughs> Ik moet bij u van de week in dienst, en dienst. Ik ben iksaan niet nieuwe dokter voor, voor, voor de gestelde dingen Ik word door u gestiliseerd. Ja, ik heb moeite met dat woord. Ik weet het, ja, maar ik heb het er juist nog eens in staan op twee melkflessen. Maar ik dacht alleen van de week stond tussen en hoe wordt dat vooral ja. dan? Nee, dan Dan komt een erik binnen als homo, die komt de krukken terugbrengen van zijn vriend. Dan kan ik iemand omkleden en dan speel ik een zuid van 27 jaar die voor sparen doet. Meteen de <laughs> en hij stopt ook mijn vrouw die spoors. Mm -hmm. Dat is een, een best leuk programma. -ke, dat, dat we, maar daar, ja, dat is lachen ook en zo zo kom jullie zien dat daar liggen maar dingetjes ook. Uh, klein mm -hmm. marloosjes een klein skitsjes Maar dat, dat roept de vlieghoek maar naar andere dingen. Dat ik zeg, zoveel bladzijden al ja, natuurlijk uh, tot zo lang. Ik zeg altijd maar zo, het mag niet zielig worden bij ons. Ja. En gezegd van oei oei oei, oei dat wiki dat de valt. Ik, ik heb bij mijn een monoloog, ik heb altijd eerlijk geweest, ik heb altijd een bewaarder erbij. En die zat mm -hmm. er links van mij en die heeft de rest er zes of zeven keer niks in meer gezegd, Ze zei: Maakt het oorsprong? Ze zei: Nee, ik wil dat je er ziet. Als je ziet die, dan kan ik een beetje wandelen door. En ze zijn terug vertrokken. Dat is eigenlijk een souffleur, of ja, iemand dat ja. gewoon alles wit en je zegt... En een en een heel moeilijk vak, he, die wist. Mm -hmm. Een souffleur, als je, als je dus op het moment zelf gaat souffleren, is het te laat. Yeah. Dus die wist dan bijvoorbeeld dat er iets zou zijn, en dan probeer je dat dom zo een boek zo eenzaam kunnen gaan. Dan heb ik al twee keer geschoten, in het begin heb ik het en deze zo. Mm -hmm. Hier, dan ga ik al eens in doorgaan. en En dit is, dat is een, een vak apart, zoals, ja, in de eerste plaats, denk oh, dat ik vandaag zeker was ook nog eens daar dat wij ook mee een vak bezig zijn. Hè. Dat is absoluut een vaat, ja. ja dat is absoluut een vaat. <laughs> En natuurlijk, wat dat, wat dat is, dat is met veel dingen, maar ik denk met, met humor dat is dat vaak nog veel meer. Um, als, je er, als je er goed in bent, hè, als je op het podium staat, met de meeste dingen eigenlijk. Mensen die echt goed in iets zijn, laten dat er gemakkelijk uitzien. zien. Hè. En dan heb je ja. vaak het idee van, oh, dat kan ik wel. Ja. En comedy is heel laagdrempelig, want je hebt heel veel plekken waar je dat kunt gewoon proberen. Zeker nu. Hè. Hm. Want dat vroeg ik mij ook af. Als je in uw, hè, ik, ik, ik in zelfs in mijn tijd hadden niet elke week ergens een open mic waar je kon gaan staan. Hoe rolde daarin? Nee, en zeker van het, van het uw tijd. Hoe je dat, waar ze jullie echt begonnen? Wat was het eerste dat jij deed? Ja, het eerste was, was dat, dat je een shownis kon meedoen ofzo. Hè. Uh, toen in die tijd dan werd ook uh, op ons neergekeken, als wij waren dus de busartiesten. Er waren ook veel demonstratiefirma's. Er worden zo'n 24 demonstratiefilmers op de markt dat is een kaart, hè, die die thuis in de bus kregen. En mm -hmm. dan keer je naar de stap. En smorgens weer we onthaald ergens met een koffie en met een koek of zo erbij. Mm -hmm. Dan een demonstratie. Ja. Uh, dat kreeg je dan te eten. En dan brachten ze al die mensen samen. Er, waren, er was dikwijls uh, oh, en gaars, lekker in de holen en zo. En we hebben een tijd gestaan. Uh, dat, dat bracht ze brachten 500 tot 600 mensen samen. En dan brachten wij een show. Oké. Okay. En, en, en een en, demonstratie van wat kregen dan we ook dan? Dat was dat dan? dekens of potten en pannen en wij te komen en zo van de mensen proberen te verkopen natuurlijk. Dat en, was eigenlijk zo'n soort tupperware ja. bijeenkomst, maar dan daar zelfs. Ja, ja, ja. ja. Maar, maar dan de groeten en en die mensen ja. die kregen dan ook nog een worstmij en een pistolei en dit en dat soort cadeauken. <laughs> en ik heb voor die mensen, pas op, ik had je dan zes maanden werken. Ja. Dat was het eigenlijk. Ik had dus gewoon boek te pakken. En dat was dus elke maandag. Dit hele week door, want in de weekend stonden wij met die show's in de kastel. Ja. Dat nu de dingen is. Alleen die dansing door de Carré. Ah, uitdagen. Oké. Okay. Toen kwamen alle bussen in de weekend Dus er ja. kwamen volk binnen. En uh, er stonden alle in, Want in ons show's, was met de orkest van Lou Roman. Zit op zijn muzikant, Freddie Briggs, daar stonden lesen, stonden door. Marco Bakker stond, noem maar alles op. Mm -hmm. Dus die mensen kregen een show. Uh, ...om u tegen te zeggen. En, en ze probeerden natuurlijk... En, ...en die hadden kaart in hun jacot... we, oh Marja, morgen gaan we met de DM. mee... Hè? ...want dan krijgen we daar en daar en dat. Ze waren niet verplicht van te kopen. Mm -hmm. zat in, soms zijn er wel eens dingen gebeurd... Uh, ...dat ze in Spanje waren met die mensen... Ja. ...en ze zeggen, nou niet koopt eigenlijk worden niet meer terug naar huis geraken. Maar ja, <laughs> <laughs> Allee, ik, zal, ik zal nog. Maar ik heb in de tijd, in het begin van mijn carrière... ...misschien dat ook wel eens gevonden... Heb ik potten en pannen verkocht toen maar ik ook altijd artiest en ben geweest. Mm -hmm. En uh, we hadden toen niet een kleinzoon, ik woonde in Turnhout en dan verkocht ik Renewer, dat was dat demonstratie bij mensen thuis. kwam ik van het zee van een salamander. Mm -hmm. uh, en, en dan, uh, in feite met dat gezicht, ik heb begonnen met dat orkestje, dat we elke, elke week zo twee of drie keer weg waren. Dan ben ik naar die salamanders gegaan en daar kwam ik van het zee en dan zei ik tegen die mensen, kom ik vandaag van de week eens een het kunnen afgeven ze. Ja, ja, dan kwam ik er binnen. <laughs> en daar uh, was er een toer, er was bloemen, er was alles. En toen zeiden we: we komen nog aan dat vaak doen. Dus ik zal het zakpakken. En zo'n blauw doek, want alles was goed wat ik eent, zo'n Amerikaans systeem. Zo. Mm -hmm. Die pannen erop, dat blonk lekker zot. En dan denk ik van alle dingen. Zo. dan schrijf ik moeder een dochter op. Mm -hmm. En op een zit had ik 4000 frank. Ja. Yeah. Frank? Ja. Yeah. Dus dat ik 8000 gedongen deed dat part-time. Dat waren wijken, het AFQC, van 32.000 mannen. We spreken, van ik ben 41 jaar getrouwd, mm -hmm. dus dat was toen veel centen. Ja, 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 ja. De, de keiharde bij ons, de man met de voet tussen de deur, die net 100.000 per week. Holy shit. Dus, ja, om, ja, dus ja. wat ja. denk je aan Jacques Vermeijden? Ja, Jacques ja, ja. hè. He. Juist hetzelfde, ik ja. was dat ook aan het denken. Ja. Want die deed dat ook allemaal nog, hè. Die ja, schoenen goede. verkopen, ja. hè. En, zo, en van ja. toen, ik, ik, ik wou en ik zou op zijn staan, maar ik denk: ja, man ik moet niet meer in hebben afkomen. Ik zei: Natuurlijk, artiest. En mm -hmm. dan is dat beginnen te lopen, want ik heb al die prijzen bij die firma ook gewonnen, maar ik heb nooit meer prijs kunnen gaan. Omdat ik een contract had in Salamander. Ja. Yeah. En dat moest ik zijn. Dus eh, ik heb dan uiteindelijk, ja, dan kreeg ik meer en meer werk binnen, want dan kwamen die shows. elke bankcafé toen. Uh -huh. uh, gelijk als er nu nog niet veel meer over is, maar de toerfluit of, of de 14 of noem maar allemaal op die dingen. die hadden vroeger 24 tot meer shows per munt en dat zat 24 keer een stampvol. Ja. Maar ook de dansing daarnaast zat ook stampvol. Dus er was genoeg op de markt en er waren genoeg dingen te doen. die draaiden allemaal. En dan zijn die allemaal boten, de toerfluit dat ik weet. En uh, de dingen, de, de in Postel, tegen de Hollandse grens, uh -huh. die doen nog acht shows. Hard om werken voor die acties als fotokrijen en ook de grote namen staan ook natuurlijk als en van daaruit komt ook nog de, de, de havenzangers plus mm -hmm. nog vijf uh, vlomsartiesten erbij kun je maar zeggen je moet al dat programma brengen voor, voor, voor iets volk te krijgen natuurlijk ook ja. Ja, dat viel dat er de op, toen je zo de namen dat je zei veel van die namen de helft kinderen. Hey, ja. Kinderlijk, en de andere helft was is voor mij allemaal nieuw ja. het lijkt bijna als een, een parallel universum maar tegelijkertijd zeg ik ook wel van, ja, het is ontminderen. Is, ja. is dat iets dat je zou gaan voelen? Denk dat dat een tijdsgeest is? Of weet zoiets, dat komt wel terug? Nee, nee, want ik heb er nog mee, met uh, Paul Severs, nog een tijd geleden, dat we nog eens zo'n programma stonden, toen, toen zei Paul ook zo, Luxe, zei, het moet terugkomen. Ik zeg, nee Paul, dat is niet dat niet gaat terugkomen. Wij hebben de, de gouden periode gehad, wat ik juist ook vertelde, aan ons tarieven dan, uh -huh. maar dat komt niet meer terug. En wat is dat dan, het beeld van de tijd? Dat begon al toen mee in het Sportpaleis. Met die houden van te doen. Daar konden jij er twaalfduizend bij inzetten. Mm -hmm. Om, om een, een prijs van vijf, zes, ik pak dan nog acht euro of zo. Dan kregen ze vijf artiesten voor de pauze, vijf daarna. Ja, God, maar als dansing met twee of drie artiesten tegenstond, dan kreeg je geen volk meer. Hè. Nee. Ook natuurlijk ja, andere interesses. Andere interesses zijn gekomen. Ze, ze gaan misschien een beetje meer ook op reizen... Mm -hmm. Als je dan ziet dat er dadelijk binnenkomt voor op reis te kunnen gaan, en, en, ja. Ik, ik, we zouden zo, zo naar beneden gaan met, met, met de bussen, er zijn er... Uh, mm -hmm. Er komt ook veel gewoon met hun met, met, met met eigen vervoer nog no, zo, gelukkig als naar no, no, de en zo, maar... Ja. Ja, de, die maar vroeger zonder... werden er echt bussen ingelegd met mensen om oh. er naartoe te komen. Ja. ja, ja, er waren dingen, de was Lauwers en weet ik allemaal, die, 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 die pakten al hun klanten mee, al hun groeperingen. Ja, groepering, dat vermindert allemaal en zo. Het is, het is anders. Ik, zo, ik zoek soms ook nog hè? Mm -hmm. Ik ben nog ontzoekelijk, denk ik, om waar het nu veilig? Want, want als je ziet bij bepaalde dingen, zoals de kaasbien, ze betalen ook 39 euro of zo, met een, met een fantastisch middagmaal, en s'avonds nog eten, een showprogramma erbij. Dan gebeuren geen demonstraties dan. Mm -hmm. uh, dat was wel hoor. Maar dat zijn denk ik ook dingen die dat een beetje... Aan het verdwijnen zijn. Hè? Zo dat soort ja, organisatie is op zich al het feit dat je ja. met eten en met een hele showavond. En, en nu gaan mensen eigenlijk gewoon kijken naar een comedy show die daar ook maximum twee uur duurt. Ja. Er is niks eten bij ofzo. Je gaat ja. gewoon naar binnen, je ziet je show en je, je dat, het, drinkt er nog iets ja. misschien, maar voor de rest niks. Hè. Is dat zoiets dat je. Um... He, wanneer, wanneer is zo de, de, de comedy boom, dat gaan we, Is dat 2001, 2002? Oh, rond die, 2000, rond 2000. Was dat niet dat... dat uh, ik, zou, ik zit niet in alle situaties, maar ik zou dat keihard hebben. Dus ik zou het ook zeggen, bij mij zou dat gevrongen hebben. Hmm. Als je zo'n klassiek... Hey, laten we zeggen, je zei eigenlijk altijd hun humor gedaan. Uh, je hebt er heel veel succes mee gehad. En ineens komt er een nieuwe wind met Amerikaanse school... Dus, uh, uh, soort comedians. En die gaan ineens... Die zijn hip, trendy en ja. die gaan met alles lopen. Ja, dat doet hij in het begin ook wel een beetje zeer gedaan. Uh, na klap ik al terug tegen hem. Maar, maar het is... Nee, maar, maar de... is een tijd heel moeilijk geweest, dames en heren. We konden niet in dezelfde kamer binnen. Nee, en het rijdt ook niet allemaal. mij. Maar, maar ik zeg al direct te verdiepen. Dus... Maar... Nee, maar ik wil, ik, ik wil zeggen... Ja, en dan denk ik, stand-up, stand-up, stand-up. En dan moet ik eigenlijk elke keer een programma in een ademberg... En ik stond dus uh, allemaal van, van het jong geweld van de stand-ups en ik weet niet of ik naar links moest kijken, want daar ging dan op een bepaald moment de lampje branden en dat was zeggen dat ik dat genoeg had gezien. Iedereen moest dan stoppen zo dat dat mm -hmm. Maar met mijn materiaal uh, heb ik veel lach gehad. Ik heb, ik heb niet geen, geen uh, toegevingen gedaan, maar aan andere deden ben ik ook eens blijven luisteren. Jullie gaan uh, kruuren in alle zin. Ik week en week nog altijd. Mm -hmm. ik, ik zeg, ik kan nog altijd voor de, voor de A's in plaats van de A's. Nee, dat ja, ik, ja. Zeg, soms dek, de mensen, in welke nieuw Ik men? Als ik namelijk toch niet te vuil gezegd weten, weet je wel. Mm -hmm. maar ze verwachten dat ook niet van mij. Mm het -hmm. ging van jou wel verwachten. Ja. Dus een de stelling. En, en de Nordkik in de tijd dat kwam opzoeken, die, 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 die rage met die stand-ups en iedereen. Want dan ben ik ook blij, dat eerste het, uh, het kaf van de Koren gescheiden, is, dat ook zeg, Er zijn er nog een paar die voer toen in de zin dat in feite de blijvers en de toppers, mm -hmm. daar zat in onze stijl ook wel zo, hè. Uh, maar dat toeliftgestier, dat komt niet dan kom openen, zitten. Ja, hoe moet ik, hoe moet ik me daar tegen wapenen? Want in feite, uh, ik in het begin met een showprogramma doen en zo, met een halve starten, dat is ook stand-up. Mm -hmm. Dan zit ik alles van klein mannen beginnen, dus ik ben nu juist weer bompa geworden hè, voor de vierde keer. Wil ik hier de Dank u, van ons lean. <laughs> en en, en dan, dan doe ik mijn entree over een geboorte. Vertel ik alle dingetjes over geboorte. Zo plaats ik daarbij in. En, en, en uh, dat is ook stand-up, ja. in mijn vorm dan. Mm -hmm. En ik wist dat af met leken en zo. En dan, ik zal zo vlug mogelijk naar typekes gaan. Mijn streek is typekes. Ik heb er net zag bij, je zit de kustvrouw in, er zit de politie in, er zit dat in. En dan, 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 de, de verkleerde dingen natuurlijk. Hè. Wat je, uh, wat je als kind eigenlijk al deed. Ja ja ja, ja, ja ja het is dezelfde schort van mijn tante, maar er is iets zo hè, tussen <laughs> dingen, dus <laughs> daar <je laughs> ik nog mee gaan werken. <laughs> maar maar het, is, het is een andere generatie, ja, ja, ja. en je weet er zelf ook goed genoeg in, en, en je moet er zelf ook fier op zijn. Ik heb nooit het fenomeen niet verstaan, mm -hmm. ik heb het ook niet gezien, maar het je dat je doet. was geen echt gedoe, het was vier keer een sportplein of zo. De eerste keer was het vijf keer, dan vier keer, maar na drie hoe keer. Op begin de dag nog? Zo, man, weet ik veel. Dat is een zot idee op café. En dan denk ik: fuck it, ik ga dat doen. Van mezelf oude ja. Meer is dat niet. En ja, wat dat, dat denk ik gewoon te maken heeft met een verschil. Want bij ons was dat ook niet ons eigen um, afzetten tegenover jullie of zo, zo. Nee. Ik denk dat dat veel meer een soort. Een soort wat, wat, wat zijn de invloeden waar je mee opgroeit? Ja. Ik heb een Engelse vader, zoals ja. ik al zei, dus ik ben opgegroeid met heel veel dingen die je juist opnoemde. Maar ook met iemand als Dave Allen, hè, wow. met zo van die hè, onwaarschijnlijk goede komiek, met zijn whisky en zijn sigaretten. Nou, een ja. Ierse gast die op een baarkruk zit met een, een whisky en die had observatiecomedy, maar waanzin. Hè? En ook eigenlijk redelijk kritisch op godsdienst. Ja. En zeker in die tijd. Je hebt ooit een sketch gedaan. Um, je kunt dat nog altijd terugvinden op YouTube. Zo, waar dat hem zo een striptease acto verkleed als de paus. Ja. En dat kun je ja. niet voorstellen wat dat teweeg heeft gebracht in Engeland in de jaren zeventig. Dat was, dat was dat... waanzin. Hè? En met die dingen ben ik, ik opgegroeid. Dus, en dan met Eddie Murphy en dat soort dingen heb ik mm. al vaak verteld. En dat zijn de dingen die voor mij. Ja, mij gevormd hebben. En ja. die dat ik, ik, ik wou die zin. Hmm. Ik moet wel zeggen, jaren later heb ik bijvoorbeeld ook als kind Toon Hermans wel gezien. En die blijft wel onwaarschijnlijk graven. Ik, ik vind dat ongelooflijk gezegd. Ja, gedateerd, oké, okay, kleren, Je kunt misschien al je conferences niet meer doen. Wat je wel weet. En ik heb dat je jou toen gezien. Van de rest moeten afblijven. ...dat was de man die natuurlijk dus een goede timber. En die zong ze liedjes. Goed, en dan zat er ook de dus zaal vol met Hollanders, met, met het was een Antwerpen niet te doen. En, en dan begon de conferentie te doen en dan moet daar afblijven. Ja. Dus eh, je moet ze ook niet gaan vervormen. Eh, leg neer die bal of noem maar op en zo. Dat zijn ja. dingetjes. Wat voor toen? Dat snelde een beetje als Leo. Ze pakken dan tekst. Joske Vermeulen, die grote stoel in telefoon. Mm -hmm. Dat is het niet. Het is, het is gewoon hoe, hoe dat je ziet, eh, wat dan van dat, die een spint te gaan ja. stonden, Dat zijn dingetjes die je. Ja. En dan doen we die een gedoe, dat, dat, zijn, dat zijn de dingen die in schuil zijn. Maar ik wil even de dingen afmaken waarom is die met die bussen gestopt? Ja. Die vader ik kende een baas heel goed, nu in Zuid-Afrika, dus ook al jaren en zo, is van gezondheid een beetje een maar kom. Dus wat deed die? Die gaf die werk. Die gingen 100 mensen halen. Elke op zijn kant zo hè? <tiegezien> er zijn ook wel praktijken die gebeuren dat die iedereen zei zo maar wie raad er mee? dan zei hij oh meneer die hollers je waar kom staan beroep die pikt het volk van een ander neer. dus die bus die reed met 100 meter naar een zaltje. dat zaltje geeft voor met 100 meter eten dan, uh, dus te werk, dat is altijd een roekwerk. Dan, dan kwamen die aan het in en wij artiesten hadden dat werk van de show zo te doen. En toen gaven ze die mensen, ik zeg het nog, dan een, een beetje boter, dingen mee. Dat kon van alles zijn. Hè. Ze kenden het ook mee. En toen zei, economische zaken, dat mag niet. Je mocht niks geven. Dan ja. zei hij: goed, zei hij, vindt, hè? de George Gosselijn. Hij zei: Dat is goed, dan droom we gewoon alles dicht te zetten. En dan doe ik mijn boeken dicht en is negen weg. En die ja. chauffeur ging niet meer, die artiesten gewaakt niet meer, De beroepen en alles. Wat kan dat Schiel Die mensen betolden 99 frank. Ja. Voor een hele dag. En zoals ze waren. En zoals ze moesten niet kopen. En ze hadden een sjouwken. En, en ze hadden twee keer nijden en zo. Ja. Dan gaan die zeggen van, je mag die cadeau niet geven. En zo is het dan gestopt allemaal. Oh, dat is ja. jammer, hè? Dat is van die stomme dingen. Maar dat is, dat is zot om toch te merken. Dat, dat, ik denk dat we, dat we nu ook in zo van die tijden leven, waarin dat, dat soort avonden en dat soort gebeurtenissen, dat mocht niemand nog. Tijdverhoek niet, denk ik. Nee, ja. maar het is ook duur. Hè? Ja, dat, als je dat nu moet betalen, wel. Ja. Zeker als je al die artiesten bij elkaar moet krijgen en al dat soort dingen. Ik heb gehoord dat is, uh, André van Duin, die net nou, zo, uh, kon ik zeggen, de deur plat loopt, zeker of vast niet. Uh, maar als we in Antwerpen niet zijn en ik kan hem even gezien doen, we dan babbelen, want hij weet goed genoeg uh, met wat ik bezig ben en ik weet dat van hem ook zo. Uh, hey. Ja, die hebben natuurlijk alle kansen gekregen, uh, chapeau, uh, maar mm -hmm. natuurlijk, je moet ze normaal maar maken. Yeah. Want hij heeft ook van een einde natuurlijk, maar ja, die, 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 die radio gedaan, tv, veel alles heeft te mogen doen, mm -hmm. en met succes. Uh, maar die zei ook, als ze naar een revue, en ik moet vertrekken, het was niet meer met de grote bezetting maar ja, als die een ballet meepakken, dat, dat is 24 man ofzo, die ook bruis was toen, Ron Brandstede, met vier van voor, alles op band. Ja. Yeah. Dat is 12 miljoen, hè, dat er geen kaart verkocht is. Ja. Dat die op is vertrekken, dat kost dat zoveel. Jezus. Ja jongens, begint dan ja. maar hè? We moeten voor een dan vragen en zo. En nee, ik ben al eens blij dat ik zeg tegen de mensen: meestal vertrek ik dus alleen met een pianist. Dan kan ik twee keer drie kwartiers mee doen. Mm -hmm. En dan zeg ik ja mevrouw of meneer is nog meer budget zo. Dan kan ik eens zeggen: eens meenemen, daar meenemen. Maar het is niet meer lekker vroeger, van giet maar uit, je moet ergens gezien. Ik heb er overlaatst nog, want uh, het was gewoon sukkel met, met dat bier nog, ik heb mijn kruisje meegenomen zo op zee ik zeg, ja mensen, dat heeft zich voorgedaan, het verhaal dan. Uh -huh. En, en uh, dan heb ik weer daar bij, dat komt er nog vanaf het van budget. En dan uh, de Sam Verhoeven, vind ik een geweldige artiest, een geweldige zangstem, de artistieke directeur van de fakkel, ik yeah. de Wiener erbij, met een pianist, en dan kun je eens een programma iets wat anders doen ja hij hey, ook tijd voor jezelf, voor om te knieën naar een sketch en zo had <laughs> ik zeker vast nodig, ik ging iets vroeger dan. <laughs> maar ik wil maar zeggen, maar er zijn er niet zoveel die dat budget hebben hè. per jaar tijd Is dat van, ja, kunnen je kunnen alleen twee keer drie is. Ja, dat is goed. Dan gaan we dat pakken. Ja. En ze me mij gelijk natuurlijk ook Je ja. Ja. Jij hebt ook heel lang, um, ze eigenlijk een beetje een legendarisch duo geweest. Want zo heb ik je eigenlijk uh, leren kennen als Kaals en Van Voren. Hè, dat jij met Dirk Van Voren ja. heel lang... Samen, hoe is dat in zijn werk gegaan? Hoe zijn, hoe zijn jullie elkaar tegengekomen? Was dat een... Want je was al, al in het begin, en de allereerste keer dat je begon, deden ook al een duo, eigenlijk. Ja, toen ik, toen ik begon, ik heb, ik heb tien jaar uh, met uh, met een duo gehad. Mm -hmm. En dan Marleen, Mendy van Aalten, dat is in feite een rode draad, ze is ook roze, en uh, die, <laughs> <laughs> dat was voor mij de, de beste aangeefste die ik heb gehad. Dat is ongelooflijk, dat is altijd... Pico, Bello, geen woord, veel dingen, alles hetzelfde. Dat is als komiek is dat een weelde. Met een bezoek was ik meer André van Duin, en Frans van Duschot, die is een perige zin want mm -hmm. Ik heb die meegemaakt, meegemokken, dan draai je een opname. Zit hij in de loos, gewoon hier rustig te wachten, en die kan op zijn, dan prikt dan, dan hij los. Maar stotter maar niffen ja. had <laughs> Die hadden we tijd is hè. Goft dat maar echt een hele zachte mens. Mm. En dan ga ik nog Tweede Ik ben in Tweede uh, bij mij een groot uh, Chanel ja, dat was uh, 89. Uh, toen, ik had dan twee seizoenen Bobby en Schoepen gedaan. Uh, want ik kwam dus van de zeer terug in 1986 en ik had niks niet meer. Dat is, dat is typisch. Dat is ge... ja, maar dat is toen dat je Breda-Pallas hebt gedaan. Breda-Pallas. Je had de verkeerde boeken mogen lezen en zo. Enfin, ik zat erin en uh, toen ben ik misschien wel een miljoen of, of anderhalf miljoen verloren. Uh -huh. Dat is veel cent in die tijd. En, uh, dus ik kon alleen maar teruggaan. ...naar de kust om probeerde daar een polyvorente zaal van te maken... ...maar ik heb een, een gespeelde. Dat liet zich goed voelen en zo... En, en, ...en dan heb ik dat proberen recht te zetten... ...maar dat eerste jaar kreeg ik niet meer in orde. Mm -hmm. Ik had een kerstkrediet van 500.000 frank... ...en ik dan vier keer een brouwer ...en ging alles inschrijven en zo... Bij dat boer... Mm -hmm. ...en toen heb ik nog een keer opgehaald. dat zijn een keer in. En toen, dankzij Jacques daarvan, ...dat was 87, 88... 87 zei hij... ...ja, oh, zoekt nog een komiek... Uh, ik zeg ja oké, okay, wat je zit dus afgeschreven, Dit is maar mm -hmm. de kust hè yeah. Dus er is de kans, zit aan de kust, ja, maar er worden nog andere munden ook nog hè? Yeah. Enfin, ik kon een dan een door beginnen en dan heb ik dan uh, zes mensen, in eens actuaal, Ik van Pauls tot oktober schiet in het begin was dat dingen voor over een twee trein op mobieltje, maar dan de deur in de zomer pakten ze het wel terug bij de Schoepen, hè? Ja. Was er was vier shows, en dat je zei ik moet vanaf nog weg. Ja, laatste show om vijf uur, ik denk ik, vertoeven hem. Was mevrouw Schoepen degene die alles regelde? Ja, dat ja. Was de, dat was degene met de broek al in ja, de ja, ja. Ja, ja. En ik moet zeggen, ze hebben van alle verhalen verteld, ik zeg, met mevrouw Schoepen heb ik altijd een goede samenwerking gehad. Uh, ...de telefoon stond in mijn loge, dat wil ik wel zeggen. Mm -hmm. Dus trodden voor alles op. Goed vertoeven. We zeiden: kom in, belden ze dan. <laughs> nou, leuk wat gebeurt er. Nou, nou, mijn zaal loopt leeg. Wie staat op het podium? zeg, we, man, madame... <laughs> Haal hem eraf. Haal hem eraf. <laughs> <laughs> ik dacht: de colies, pop, pop, stop, 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 stop. <laughs> En ja, ik zal nog twee lekjes meer zingen, zei hij. Oh, oh, <laughs> <laughs> maar daar, <laughs> ja. <laughs> zei ik, tegen mij. Maar... Uh, Leuk, kunt dan boppen. Dan heb ik twee uh, dingen gedaan, uh, twee jaar. En toen zei ik, ja, madame, uh, want met, met de aanzien hand, maar ik zeg altijd: de muiter ging zuidzin. Mm -hmm. Maar ze was ook vast verragen. Ze was juist bevallen en ze zat terug in de kast. Hij bloed, en neffen en zo. Ja. <laughs> ze was kajas. Ja, echt wel, echt oh. waar. Oh. <laughs> ja, madame Schopen, En En room, maar ik koop ook bij de familie gewoon dingen. Want soms was ze een hartnotige of tien of een boek van Bob, of weet ik allemaal. En dan was ik een van de Waarde ik denk soms alleen de nederigste nog moest komen. Hè. Ja. Ik ben de familie goed aangesloten met de, de, de dingen, de dochters en zo. En dat uiteindelijk we wel altijd zo dat ik dat toch respecteerde voor het werk. En toen zeiden we 89 en ik ik zei, dan als het niet meer hoeft, ze vroegen terug. Mm -hmm. Ik zei, als het niet meer hoeft, dan, dan uh, ga ik eens de overslagen. En dat is mijn geluk geweest, in de zin van, ik zit thuis en ze bellen, de baas van het peert. En die zei, we kunnen het niet meer langer volhouden. En dat is met de comi die toen bezig was. Ja, vandaag. Ja. Uh, ging het ging gemakkelijker. Mm -hmm. En uh, we konden er iets mee doen. En kunnen gaan je overpakken. We spreken half seizoen. Hè? Alles erover. Misschien mag ik even snel denken. En dan neem uh, ik de negenste bellen ze. De tiende uh, heb ik mijn spulletjes van mij meegepakt. Voor hier en door te kunnen doen als het nodig was. En uh, ze zijn ook repeteren door. Een stuk met ballet, een stuk met Yvonne, een stuk met dat, alles wat al draaiende was, moest ik overbrengen. Mm -hmm. En in 11 augustus, op mijn verjaardag, je, is de Wit Peer terug opengegaan. En heb ik hier die revue overgepakt. Ja. Dat is een krachttour van die ene nacht geweest. Dat is wel zot. En dan ben ik er 12 jaar gebleven, ja. ja. 12 jaar. En toen was ik 5 jaar rond aan het spelen. Ik heb daarmee met Frans van der Velde mijn nummer op en zo Nance en Max, de dingen. Hij Snoer. snor. Snoer. dat is een vriend van mijn ouders. Ja? Is dat echt? Ja, ja, ja. Hij maakt snor. In het Half zoeken ja. En moeder weet er heel goed vooral over dat hij snor maakt. Hij maakt smaken. jongen. De schat van de zegt gezegd, toch? kan lang de, dood, hè, ondertussen. Ja en, ja, en ik heb dat, die, die ziekte voelen komen ook zo. Want dat woekert bijna mensen, mm -hmm. Het eerste jaar spelen die een dip, dan gaat altijd zo uh, een heleboek geleden. om te spelen in het casino. Maar die heeft zelf niet spelen. Oh, dus ja. altijd maar <laughs> de dat ze een stelling. Zo, zo dan dat moet ik Maar God dan, hè? schat Schatter, God dan te spelen? Ik dan toch met je <laughs> En die nam alles mee in zijn bed, hè. <laughs> een proper vindt. dan. En dat, dat begon met niks en hier lag er een pan... Een en lekker daar. En een lekker en een En die is zo schoon, zou maken, en niet kwam en ik sliep dan nee zo. Mm. En altijd maar voorbij zich. En het tweede jaar was dat heel moeilijk. We dat zo van, kom, we wonen er komt dit stut daar Of die dit, dit was, en denk, in september was dat gebeurd. Ja. Dat, dat voelde toch eerlijk als een telefoon. Ja. Er is iets met die bij, er is iets gebeurd. Dat dan heb ik dat mee gemaakt, en dan meegemaakt En ik heb met een knopboek omgedraaid. En toen lag ik nu meer met Thijs. Met deze uh, wonde ook, ergens, uh, mijn koek, door een film, en mijn koek niet eens naar een de andere gedacht had. Uh, daar kom ik ze weer misschien wel terug op, en, en dan uh, even mm -hmm. David Peer terug. Mm -hmm. En uh, nog vijf jaar zitten ze naast mij, een, een, een komiek, een, een bandparodist En dat deed een dierik in het begin. Een dierik was zoekzot van van, van van Duin. Mm -hmm. En dat deed zelfs André, dus ook zo wij, stukjes muziek. Mm -hmm. Met juiste bekken. erbij en zo en, mm -hmm. en dat wordt gaan. Dus ik deed mijn dingen apart en hij deed zijn dingen apart. Maar als we dan samen een sketch speelden, dan sprongen we er vanaf. Ja. Het publiek zei de mannen, zie je dat wel niet? Er gebeurt hier iets. En schoon met twee sketches gespeeld en dan is het te uh, duur ja. en Hoe lang je de dag Want dat hebben we toch lang gedaan? Hè? Dan hebben we dan vijf jaar gedaan en dan hebben we dan, uh, we hebben dat tien jaar ook, tien jaar gespeeld. We zijn dan, na die vijf jaar, zijn we zelf opgestapt in het buitenbouw, ze moesten het niet meer hebben, dit en dat. Ik zei, oké, okay, dat is goed. En dan zei ik, okay, oh, ik heb ze eruit gegooid, zei nee, nee, herstel, wij zijn dus zelf vertrokken. Ja. En dat, ja, daarop gingen we niks doen, omdat het een kort dag was, en hebben we toch ons tent gedaan. Mm -hmm. Onze eerste tent stond uh, met vuil, zie je, met vuil en branzen aan de jachthaven. En dan hebben we dan pas in februari, want we staan hier zomer, ik kwam... Dat was speel. ook in heel dan dat dat stond. Blank oh, ja, en binnen? en natuurlijk. En toen hebben we 20.000 ja, ja. mensen nog gespeeld dat seizoen, dus dat was ongelooflijk. Ja. En dan met Dirk, ja, dat, dat klikt er gewoon, en dan hebben we toffe dingen gedaan. Want ik heb hem in de week nog gezien, nu met zijn uh, ogen schoon verdiep. Mm -hmm. En uh, ja, we hebben gewoon gespeeld, Want ik bij, bij mijn 99 ketje. Om geen honderd te zijn geschreven, nachten geschreven, kleine blackoutjes, klein skitjes, finale, dit en dat gemokt. Mm -hmm. Alles hebben we dan koppel dat elke keer op terugkwam. Zulma en Zolzef, daar spreken de mensen mm -hmm. nog van. Ja. Het uh, was leuk voor samenwerking. En dus. hoe kwam het dat gestopt is? Was het, was op. het op? Op, op, op. Ja. Uh, de, de mensen wouden een beetje in onze mond liggen. Nee, ruzie hebben we nooit gehad. Ja, dat maar dat is zo'n zo beetje dat hoorden soms mensen zeggen. Hè? Ja. Nee, nee, maar pas was op. Ja. We zeiden, wat moeten we verdikken nog gaan doen? Ik, ik blijf altijd zeggen in elk interview ook, het wiel is rond en ja. er zijn zeven moppen. Daar moeten wij het mee doen. Ja. Iets nieuw. Wat ik er juist in het begin vertelde over die Engelse dingen, we hebben het allemaal gezien. En zeker als wij aan de kust woonden in een tijd, uh, dan kreeg je wel die films binnen en zo. Dan, dan, ja. dan was dat een festijn, hè? maar alles wat we dan, zwart-wit... Uh, zagen, ja, dat dan achteraf, kwam aan de even een duin mee iets uit, de Old oh, McDonald's en zo, wat ik ook soms nog speel. Mm -hmm. Maar het was knak hetzelfde, woord voor woord. Ja. Dus, dus dat werd dan in kleur gedaan. Iets nieuws, gezellig is blij dat je ze gedacht hebt, zo. Dat stel jij ook ja. even op, wat kan ik hier mee doen? Mm -hmm. Achteraf wordt dat misschien weer geschrapt en zo als morgen, maar gezellig is blij dat je een, een, een iets, iets, van actualiteit, ja, het woord zegt hetzelfde, dat kun je dan niet zo lang gebruiken. Dat moet al. Morgen, overmorgen is het niet gedaan, dan met we zijn, maar zo wist ja. natuurlijk. Hè? Ja. ja, dat is inderdaad waar. Je doet, en wat je natuurlijk ook hebt, dat deed iedereen dat al langer bezig is. Je doet ook je bepaalde specialiteiten en je bepaalde stokpaartjes. Ja. Ja. En op een bepaald moment is het nieuw de roek af. Hè. Tuurlijk. Dan moet je het doorhebben dat je het moet hebben van je metier eigenlijk, ja. eerder dan dat je het moet hebben van je, de jonge hond of de man die nee. het hier allemaal gaat veranderen. Ja, je hebt die een beperkte tijd en daarna worden een onderdeel van... Ja, maar dat klopt en ik heb nu geluk, dat ik, maar ik zeg, met pensioen. Het, het is ongelooflijk, er wordt getelefoneerd nog alle dagen in zo'n als. en, zo, en dan is het is zo dat ik een stuk van het programma moet doen. Hey, een, een Danny Fabri of, of een Clown uh, Rocky, die ook een programma want Maar dan zit er goed een je een goed lichtje, mm -hmm. een goede klankje erbij zelfs. Wat moet ik doen? Eigenlijk uh, drie typen zo in het programma. Dat is goed, dan komt die zelfs kaal uit, dan doet de diapolis en dit en dat. Dat zijn dingen die nog lang kunnen meegaan. Mm -hmm. uh, dus daar kun je bepaalde dingen in steken die dan weer juist gebeurd zijn bij de politie of noem maar op en zo, en dan scoren het toch nog altijd. Ja. Uh, dat is, je, je pakt ook inderdaad een vast tramien. Pardon, dat je zegt bijvoorbeeld: ja, als je ergens komt voor de eerste keer, pak de sterkste dingen mee natuurlijk. Hè. Ja, 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 ja. Bracht je mee open, hè. dat kun je wel zien. En mijn lietjes. Nog anders, zolang dat de stem het doet. Het is niet alleen van André Hazes, maar ik heb een repertoire. Heel variabel. Liegers van een Toon, Liegers van een Beko. Mm -hmm. Dus in een programma doe ik het toch minstens. Ik had zes, zes of zeven Liegers verdeeld op twee delen En dan, dan zweef ik met mijn conference rond. En de allereerste keer dat ik u leerde kennen, was eigenlijk allee, dat ik u echt gezien heb, bewust. Dat, was, uh, dat we allemaal eens ergens samen moesten zijn voor een programma van de Capitol. En toen woordde jij... Uw hazes uh, ding aan doen. Hè? Want dan had je nog zo. Word je in het zwart was, mee leren vesten en zo'n een ik weet dat nog. En toen had ik ook wel zoiets van. Ah, dat is Luc Kaals. En ik weet dat jij toen ook al heel vriendelijk wordt. En dat ik zoiets dacht van. Oh tof, want ik was toch nog altijd wel een beetje die jonge gast op dat moment. Die dat dan ineens zo staat tussen mensen die je ja. jarenlang op posters hebt ja, zien hangen. Ja. Wat toch niet met u doet. Maar hazes is toch ook iets speciaal voor u. Ja, dat wel. En ik, ik, wat ik daar juist nog uh, dat van u hoorde, vind ik voor mij natuurlijk een waardering, dat ze me kennen. Mm -hmm. Want soms stond ik er niet bij stil, ook bij de andere acteurs en zo. Jongen, hey, dat je eens in een college kwam zo, en ik zei dan niet aan de kleren of zo, dan dacht meneer de kleren, Jonger, ik weet wat u zei." bent. Volg ik, ik u wel? Zo. Ik weet het wel. Maar ook van die jonge garde, ja. dat ze me appreciëren, dat ze me, me oh, kennen, oh, dit of dat. En dat doet wel goed. Mm -hmm. uh, maar de probeer ik ook altijd op een goede pijl te blijven werken. He, over dat, dat programma van iedereen beroemd, er was er van droge humor in, en voor een mop te komen vertellen. Ja. En daar was Jacques Lafont, was dan toen ik god verdoemen. Mm -hmm. ik zit in 40 jaar bij zich en nog geen iedereen dat is even een mailtje gestuurd, ik mail zelf naar je. Zeg <laughs> ik zei, ben een ik ben een die ik heb in die jaren veel moppen zien verbruiken en ik vertelde zei, ik zou dat ook wel eens gereden doen. En dat is zo, ja, we hebben geen plaats meer te En uiteindelijk hadden ze wel plaats, ik heb het dan gedaan. Maar ik had me ook dan weer voorbereid. Mm -hmm. Alles van klein mannen, alles van restaurant, alles bijeengezet. Dus ze konden maar dan niet op pakken. En we ja. begonnen te filmen om elf uur in het shoppingcentrum. Vier uur stonden er vijf programma's op. Maar man, met dat is het halve werk, hè. Ja. Als je dan artiesten ziet die met een bladje papierenpunten schoten, dus zo vertel je geen mop, hè. Ja. Is dat dit uh, toch een beetje vriend? Omdat, allee, oh, ja, je gaat, maar ik ik... Is dat je dat ja. Ja, ja, maar ik vind, dat, ik vind die eerlijkheid, die eerlijkheid is verfrissend. Mm -hmm. Want, allee, je kunt eigenlijk zeggen, je, kunt al zeggen, je hebt je hele leven lange een gedaan met wat je graag doet. Dat is al, je al gewonnen in het leven. Voilà. Hè. Je hebt al gewonnen in het leven. Je hebt, hoe ik je ken, je al van, plop, maar, hé, uh, ja, dat is A-klasse, zal ik zeggen. Allee, dat, is, dat, dek, dat is in elke huiskamer. Maar ik vind wel um, straf dat je wel altijd... Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zo, euh, zich te goed voelen voor bepaalde dingen, eens dat ze uh, de grote dingen gedaan hebben. Ja, ja, ja. mm -hmm. En bij u is dat precies altijd iets, nee, bij is het blijven bezig zijn, gaan, mm. maar toch ook wel zo zeggen van, ja, ik zit ook graag erbij, of zo. Ja, mm. maar, maar je moet altijd zien, wat is Vlaanderen, hè, mannen? Ik mm. heb hey, de klein zaaltjes zo'n dingen die veel moeilijker zijn dan een vol sportpaleis ja, maar dan zullen er wel een paar <laughs> zitten is... die meegon. Ik heb twee keer het geluk het, van het repertoire van Hazes. Twee keer de, de Lotte waarin hij mogen voorspelen, met het repertoire van iemand anders zei ik ja maar dat is chapeau. Ik zei toen maar dat is ook dat kleine zaaltje maar stond je dan voor 50 of voor 60 man Als Ja, wat ik zei, wilde gaan... Wat ik zei, dat is toch best gedaan, het is niet, dat, dat, dat kunnen die mensen niet zo doen, met dat doen? Mm -hmm. Dat is helemaal Vlaanderen hè. Ik, ik kon terug, gelijk ik, gezegd, ik heb van mijn hobby mijn beroep mogen maken om mensen. Dat is, dat is een rijkdom. Hè. Als ik s morgens vroeg om 6 uur naar de autobus ging, zou ik dat niet doen, Was te vroeg. Maar, <laughs> en <laughs> ja, om de stonden te wachten, wil ik zeggen. gewoon werken met alle respect. Dan mm -hmm. vertel ik hier niks tegen, want dan kan ik niet zeggen tegen mijn oren. Hè. Ja. Maar ik heb van mijn op in mijn beroep gemaakt, Ja, dan zit dan, dan het toch gewoon een stap voor God. Ja. Doe maar denk je dan nou zo'n sketch van uh, Chris Rock, dat hij zegt, je hebt mensen met jobs en je hebt mensen met carrières. En mensen met carrières moeten leren om hun bakken te stouwen als ze aan babbelen zijn tegen mensen met een ja. job. <laughs> en dat is eigenlijk wel een beetje waar, want, want alles wat wij hebben is bijna een luxe probleem. Dat is, dat. dat is mijn probleem, joh. Ja. dat is mijn naam ook, hè. maar dat is een luxeprobleem. Maar in ieder geval, ik heb kijk, uh, die een die Hansensjaar, kwam dat? Dat is uh, met dat jaar dat een overleden is, dan speelden wij in ons tent, aan de jachthaven, en er was een gedeelte van de show. ik zei: Ik doe een, keer een wit kostuum aan... onvolledig met de witte dood. En ik doe een keer dan dan Ik weet niet wat hij ging doen, maar dan zei ik: Zal ik niet dan zwart iemand doen? Die een trap zitten? En ik deed een medlik misschien, of vier nummer toch... van André. Maar ik zong zijn nummer al voordat hij overleden was. Mm -hmm. En ik zong dat. en de mensen... God verdoem is hè? Dat stond op precies heel, dat stond toch tof. Je komt aan thuis, en 23 september is hem overleden. En dacht ik: Ja, mei. Ik heb altijd pas een besef gehad van, idolisch veel gezegd, maar van iemand waar ik van liedjes of zo van hield, mm -hmm. dat dat pas de naam naar Frank viel. Ik heb dat met Elvis gehad. Mm -hmm. En, en, en dat ik dat met André ergens ook, maar respect, heb ik dan een jaar gewacht. En een, een jaar nadien pas een tribute gedaan. Ja. Wat had ik geschreven, zo, een tribute... Dat ze zo niet gewoon beschuldigen van lege pikkerijen. Van hetgeen ja, nu ja. meneer Verhulst nog overlaatst gedaan heeft. Hij heeft mijn handen nu bij gezet, maar het bestond dan wel. <laughs> uh, denk je maar nou, jongen, 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 toch. Ja. Uh, en de Sergio en ik, wij hebben dezelfde reactie gegeven. Zo, so wat? Wat blijven dat zingen, zolang ze mensen dat goed vinden. We blijven wat lege zingen. Over wat we, ging dat? Wel, de, de, de dingen, Verhulst vond dat alleen maar André Junior. Ah, juist, ja, ja. Dat just, ja, En wij zeiden, ja, waarom? Wij blijven dat gewoon zingen. Want ik vind Junior... Hij ziet hem hemel op, om de hemel en zo. Dat is allemaal wel tof. Maar, maar die, ik had een keer die junior niet weggelaten. Als ze spreekt met mijn vader, zou ik zeggen: die junior hou, want na Andrea's op en hij zo of vies van: dus doe het, hè? Sorry, ja. Hij ja, ja, ja. ja, door te tornen. En we hebben hetzelfde rechts gegeven, zonder dat van elkaar te weten. In dag allemaal en niet meer blijven schrijven: gedaan is gedaan. Mm -hmm. Maar als je het begint na te gaan, ik heb dan vier keer, vier jaar nadien, Elisabeth Salvol gespeeld. Ik heb dan uh, rimpelrock gedaan voor 50.000 man. Ja. Dat zijn dingetjes om met dat repertoire, uh, het cupje in Gent en noem maar op en zo. Schone dingen kunnen en mogen doen. En ja, zolang, en dat is nu ook een beetje heel kalm, want als ik het nog doe, dan pak ik mijn volledige orkest mee. Uh, zeven muzikanten, twee koor, een schone uh, belichting erbij. Dan mm -hmm. kom ik nog eens buiten. Dat zal nu 22 juni zijn geloof ik, met dat concept. Mm -hmm. Maar ja, dat ligt mij, die Jordanezen. Ja. Eh. Mijn eerste Timothéeans was John Jordan. Ja. En dat klonk bij mij. Zo, Vader, waarom heb je de giraffe? Mm. Toen zijn hele lange nek. Ja. Dat, dat, dat klonk. <laughs> denk, joh, dat. <laughs> oh, dus, hoe dat... sabbariaociaal, zo van die diegorde, ja. ja, dat is wel los de roep eigenlijk. Dat is heel grappig. Ja, en ja. ik probeer hem. Ik denk altijd: een, 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 ik doe een interpretatie, geen imitatie. Ja. Soms met een liekje dat ik het zelf koud krijg. Mama, zing ik het zelf lekker zin van, van tonen, dan, dan heb ik het moeite. Mm -hmm. uh, Wat is eigenlijk de fascinatie voor André Hazes? In twee zinnen. Want dat is echt, allee, je film. Vond ik geweldig. Zou je geloven, die ik geweldig. documentaire, nee. um, ja ja. Maar er zijn, wat is dat, waarom dat die gast zo'n zo indruk Want, laten we eerlijk zijn, een klein beetje kritisch zijn, het was niet altijd een beste echtgenoot of zo, nee. een rolmodel kun je het nee. bezwaarlijk nee. noemen, en toch zijn er mensen die voor het vuur gaan zijn voor die event. Je moet weten, in Nederland, ieder heeft zijn eigen publiek. Het publiek van Rob de Nijs gaat niet... Nee. Dat is anders als hazes, dat is anders als Vroeger, dat, dat is allemaal anders. Mm -hmm. Maar ze hebben allemaal in hun eigen stal, ja. van publiek. Als je iemand op uh, een begrafenis hebt en er komt 50.000 man die begrafenis, is, zit in een grote meneer geweest. Ja, ja. Met ons alle spreekt met Turen en zo, maar uh, dat zie je dat niet zo dik gebeuren. Mm -hmm. Maar wij is ook niet zo'n volk. Kijk, mm -hmm. als de Nederlanders zijn, en ik ken van meespreken, ik ben al hey, 41 jaar met een Hollandse getrouwd. Hier mocht wel zijn fout. Maar we maar, uh... maar blijven het wel volhouden. Die ja, fout. Ja, 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 dat is ja, ja. wel tof. Zo, nee, maar bedoel... In de boosheid. Ja, 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 nou, ja, ja. Uh... Nee, maar ik bedoel, ze hebben allemaal hun eigen dingen. Hun eigen volgelingen, als ik het zo maar noemen. En André, ik heb die film gezien. En ik heb hem twee keren uh, was ik op uitnodiging met de première dus, van, van zijn leven. Dan dacht ik, ja, toch een paar fouten. Want die zit meer in de richting van madame mm -hmm. dan van hem. Ja. Want hij kan het niet meer rechtzetten. Maar dat hem gezopen is, ja oké, okay, maar dat is het niet het belangrijkste. Hij heeft door zalen volgers gespeeld die naar gooien nummer noemt. God verdoem me die staan. Mm -hmm. En hij hij dan hij, je dat, dat, dat hier dan, dat volgde tot de midden en dat ging minder en minder met dat gehoorprobleem, weet ik allemaal en zo. Ik heb hier even de laatste gezien dat hem naar elk nummer afging, even voor dat te ding en terug en zo. Dat was zielig. Mm -hmm. Maar, maar dat wordt dan niet bericht, want Het is gewoon van: van hij heeft zijn plaatje kapot geslagen. Dat, dat, dat zal maar wel geweest zijn. Maar dat is niet nodig voor die film. Of, of dingen dat ik tegen de regisseur, in mijn eigen gedachten: jongen, je maakt een fout. Eén keer van zetten had, ik hem niet in zijn smoking, had hem omver valt. Dat komt twee keer in die film voor. Ja. En dat die ene keer heb gezien, dat is goed. Ja. Dat de kleine mensen, dat de kleine mannen en de kinderen in die tijd werden bijgeslagen. Elke familie kreeg elke moeder kreeg slaag. Mm -hmm. Lot dat die een keer komen. Ik bedoel, wat ze dan toen van de vroem zijn aan het maken. Ja. Het was zo van mij met mijn, mijn oh Rachel, oh, zielig dat je ermee afgezien hebt en alles. Lot dan die zanger eens komen, hè, wat die er verdomme gepresteerd heeft. Ja. En dat die, die mensen stonden schreeuwen en die menen. Ik, ik heb dat zelf meegemaakt, dat ik... Dat er niet goed van was. maar eerste optreden ook in uh, casino van Ostende. 2000 duizend mensen die kwamen van voor die zijn, die Luc die zijn, André. En die wordt niet met mijn foto's dat die ik zeg, wat gebuiden allemaal? En dan naar mij komen, achteraf. Zo van, uh, je er van kleine jongen hè? Ja, hier is mijn kleine jongen. oh my, een leuke gast. Hè? Ja, vorige week overleden. Ja, de volgende van, ja hier wil ik een foto <laughs> aftekenen brengen. Dat is uh, van mijn vrouw, hè? terminaal. Ja, dat, uh, dat komt allemaal op die concerten vooral, misschien met Jan den Ock, maar daar vooral. Ja. Elk lied heeft dan zijn gevoel. Ja. Elk, iemand wordt aangesproken door Zij Gelooft U Mij, maar evengoed door, door een ander, door Kleine Jongen, door, door De Vlieger doen we alles op. Dat werd toen in Gent gedaan. Dat mm -hmm. is Antwerpen, daar ik door een week gestaan met de Gentse feesten. En Vlaanderen zingt Hazes, dat was een boebel toen toe je met. Dat is iets, het repertoire niet kapot, en dat heeft in een tijd Abraham ook gezegd, het volkslied ze proberen maar onder... Dat kan je niet kapot. Dat mm. gaat niet. Dat zullen ze blijven zingen. En die jeugd zingt... De toppers zijn natuurlijk een beetje verliefd en zei: Gelooft u mij, maar... In elke kantaat die vernoemt, dat er van studenten zal dat leken... Altijd in een boek blijven staan. Ja. Da. Dat is wel straf, want dat is iets waar je inderdaad niet bij stilstaat. Dat heel veel van die kantussen... Dat daar zo echt van die klassieke Vlaamse liederen nog in staan... Die daardoor ook niet vergeten worden. Zelfs ja. door een generatie die eigenlijk te jong is om het te hebben meegemaakt toen het aan het gebeuren was. Nou ja, het is wel, maar het is, het is gewoon... Ja, maar nu is een zoon doet, chapeau natuurlijk ook, hè? Uh... Ja, die doet het echt goed, want die, is ook, hè, die heeft zo'n één liedje... Nu. Leef hè. Ja, Leef, en dat is zo... Ja, mijn dochtertje kent dat ook, iedereen kent dat hè? En dat is zo... Maar ik was gisteren met de première van Dingen. Van van Schoon Verdiep. Mm -hmm. Daar sluit het ook in op zeker moment, en die begint het aan te zingen en zo, ja, dat, dat slaagt al hé, ja. Mm -hmm. En het strafste is het dus 14 of nee, dus uh, twee jaar geweest pas uh, is het uitgekomen en dat deed niks hè. alleen niks, ja. en dan een spier is dat een boom. En hoe is dat gekomen, weet dat je, je weet. Dat kun je dat nog oh, dingen, de warmste week. Ah, de warmste okay. week, weet dat je tot de mid. ja, 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 ja. Dat ah, ja. heeft ja. toch toe bijgedragen tot... ja de, uh, ja, 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 ja. ja. All right cool. Nu eigenlijk, ik wil gewoon even terugkomen op iets dat jij zelf het gezegd. Je zegt ik heb een, een zwaar verandering gehad, onder andere met een film. Uh, wat was dat? Ja, ik, ik ben gewoon kijken. Dus een, een en ik wij hebben samen, de dikke ah, en dunne gespeeld. We hebben niet niet lang mogen kiezen wie wel zou spelen. <laughs> Dus ik wou eerst een dunne wedstrijd. Ja, maar... ja, dat een <laughs> dat weten we allemaal. <laughs> nee, maar ik heb dat gedaan en het was ongelooflijk. Wij stonden en dan die ik zeker en vast de, de smoel van een van dunne to de mid. Absoluut. Ja. Echt waar, je doet die noot te vinden. al die bewegingsgezak, hem zien op het podium staan, zeg ik, Godverdomme ja. En ik stond ernaast met dat plastonek en dat daar. Mm -hmm. was toen Zwarte en dan was dat is en zo. En we speelden daar voor, voor recepties en weet ik gewoon en begin, We deden ook een, een act. Uh, van het teampap en zo met dat ding. Dat, dat is hilarisch, man. ik mm. ben niet een van de weinigen. Die foto's hebben we dan toch. Die met Russische Staatscircus. En wij hebben het Zuid gestaan. Okay. 1500 man. Dus een programma van onze show. Ja. Met uw nummers ertussen. Man, man, man. Dus wij deden iets. En die piste was leeg. En hier is al die Kozakken binnen mm. Dingen met hun peren. Dat was echt. Dat is boebels. Ik toch uh. van. En dan kwamen we als dikke en dunne een nek doen. Ja, dat kunnen we niet veel zeggen. Want dat mocht niet. Maar was met uh, André, de kloon. Ook van de school van een Pop-Off en zo. Pop-Off heb ik ook ontmoet in mijn leven. Dat is in van geval de schoonste ontmoetingen. Okay. Ongelooflijk, ja. We zijn Gerardsbergen. Storrel. Storrel. Ja. De story. de story zei: Ja, Luc, wilde jij hem ontmoeten? Ik zeg: Ja, ik. Uh en dat er naast jongen en dan, ja, dan voelde hij. Die... Ik, ik heb me nu het niet minder waarde gevoeld. Zelfs als ik naar een andere artiesten ging kijken, dan was een collega die zei: dan oh, nou, David, ik niet op per se in staan. Ze godverdomme, laat dan ik zo nu een boost. Hè. Mm -hmm. He, dat je zegt van wat kom on. Je moet dat in, in ons beeld zien. Hè. Je hebt, als, als Sammy Davis, Elisabeth Zalers-lotte ook hier roegen, en die was dan hier een klein, maar ik heb je bezig gezien, daar krijg ik hier dingen van. En zelfs met, 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 de, met de clown ook. Want er is een kleine anekdote, en ik heb dat uh, laatst nog eens verteld tegen Michel Follet, dat dan in die tent ook uh, papa Chico binnenkwam. Mm -hmm. En die he, vond het niet beter, dan hij had gewoon omklikken schminken en zo. Mm -hmm. En dan heeft die een tegen mij gezegd, en zei, that's not a real clown. Mm -hmm. Dus dat was zoiets van, Hoe je die kind hij ook al. <coughs> <laughs> <laughs> ik, wil, ik wil maar zeggen, dat was een ontmoeting toen met, en dan hebben wij om terug te komen op naar nou, de Dikke en Dunning binnen dat je een film wil zien. Stan en Aldi. Geweldig, hè? Ja, nou, dat is met uh, John C. Riley oh, en. Man. Die Britse acteur, die dat, Ja, oh, hoe heet dat nou weer? Die is Steve Coogan. Ja. Die, spelen, die spelen Stanley en Olly. En dat is zo over hun Britse tour. britse tour, ja. ja, ik heb het gehoord. Dat het die gaat zijn, zijn gekast zien. Ja. En ik zat te zien, ik had een krop in mijn keel. Ja. Want ik had. Ik vroeger belde ik meen me natuurlijk met een Dielik en alles, Maar ik heb, het eerste wat ik buiten kwam, is nog een Dielik gebeld. Ja. Ja, toen, ik heb ook gezien. En, en ik moet natuurlijk zeggen, ja, er kwamen zo bepaalde gevoelens naar boven. Onder andere ook dat ik dan... Uh, de, de dikke wordt niet goed op een zeker moment. Mm -hmm. he, de Olly zit naast zijn begint te zweten. En dit en dat. En, en bij mij was zo'n dingetje in de eerste review pas Zo van, jongens, zie je dat wat? Mm -hmm. uh, niet dat ik die toer of zoiets aan het doen ben. Die zo weet ik al. Maar ja, ik kreeg er zo'n een van. Zo van, uh, verzorg u, denk toch eens aan de weige en lust het naar een lichaam. Mm -hmm. Als, als het niet goed is, of je moet zeggen, van, ja, het is nog wat kalmer, dan is het nog kalmer. Ik bedoel, je ja. moet dat doen. En dat, die film die gaf mij een beetje een aanleiding, ook om de drie terug te bellen. En, en, en ja, om dat contact uh, terug te, te, te nemen. Zo. En dat, dat vond ik ook, en opletten, natuurlijk ook. Hè, ja. mm -hmm. Wat we moeten doen. Hè. Het is dikwijls meer stad en land dan met onze Frank Maar die film mij me wel... ...omdat het zo goed gedaan is. Die, die, die mannen zijn zo gecast. Als je die, die Engelse acteur ziet... ...dan mm. zie je, maak er een van... ...en geloofwaardig, hè, Want mm. op den duur is de koord heel slap. Als dat, dat ze de echt laten zien... Maar, ...wacht even, maar het zijn na nou de echte? Wij? Ja. Zo, hè? Zo schoon. En, en, en dan uh, volgens die man... ...die ik dan in, bij de Michel Vlitt heb ontmoet... ...die ook alles weet... ...van uh, die noemen ze de... ...wacht even... ...elke... Uh, groep, dat is een beetje Rotary zo, die hebben zo'n fest laten maken, zo'n zo en maar Paal tent. Ja, ja. Tent, is het woord Rotary, meer en Paal, een titel van een van hun filmen. Ja. En die hebben dan hier eerlied gemaakt en zo van alles en, en die zei ja, en die vond wel een paar dingen die in de film niet klopten. Ja. Dat ze, ze hebben in feite, ze hebben in de film ook niet groot aan Baras maar het schone was dat, dat dan, uh, de Nune die er zeven keer getrouwd is geweest en dan die keer vier keer, maar een dunne die, die zei, tot zijn vrouw, en dan zei, hij, maar ik zie hem geren. Over de dikke, dan toch, ja, in die hotelkamer. Bah ja, dat zijn, zijn schone dingen. Ze ja. maken schoon dingen. Want ik, ben, ik was, was op de middag gaan zien, tien man in de zaal. En jongen, en, 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 jongen, jonge, dat is overdondend, echt waar. Ja. Nou, ja. Het is wel schoon hè, dat je dat nog kunt hebben, soms. Ja. Dat je nog nooit iets kunt gaan zien en echt kunt voelen van, ja, deze ja. rockt diep. Ik heb in ik heb met, met, uh, 17 nog een, een single opgenomen. over uh, mijn moeder. Hè, die, is, die is 50 jaar geleden overleden. Mm -hmm. In 67 was dat. Die was 38 jaar. Ik was toen 14 jaar. En ik heb hem nooit kunnen plaatsen. Uh, ik had altijd zoiets zo, uh, bij premières of zo. Godverdikken, dan was ze toch bij geweest. Of verdachten of, of de geboorte van iemand of zo. Een geboorte of een ding of een feest. Of, of, of gewoon er zijn. Mm -hmm. En. Uh, dan heb ik aan Bart Terman gevraagd en hij heeft een prima tekst opgeschreven. Mm. en ik heb het opgenomen maar ik heb het nog geen enkele keer gezongen live mm. dus en dat je het plat. niet kunt ik heb gevoeld van dat niet gaan. Doen, nee, ja. ik weet dat ik twee of drie maal te verder ben dat ik dan uh, dat dan stopt ja. Ja. maar toch hier gevoel licht en Bart heeft dat gewoon met gitaar en met daar een muntbesierke mm. bij zo hier hier ja toen ja. heeft hij maar twee tekst gedaan en stond dat erop en met de de, de feeling juist staat en zo en hij vroeg om mij gewoon een paar interviews en uh, uit die interviews en uit een gesprek samen heeft hem dat gemaakt. En ik moet zeggen, mama, kom je kijken, een ja. tof nummer. Ja. Kun je kunt nog altijd beluisteren als je ergens. Uh, ja, maar, maar ik heb dat ook. Dat is toen uh, wel ergens in, in een topus eventjes binnengekomen. Dus moeilijk is dat juist op die moment. Mm -hmm. Maar los van dat allemaal, ik heb toch iets nu zo dat je, uh, het toch eens kunnen zingen. Ja. Gedaan, ja. Dat is wel cool. Ja. Ja, ik heb, ik heb dat met mijn vader gehad, hè. die is gestorven voordat ik bekend ben geworden eigenlijk, dus die heeft dat ook nooit niet meegemaakt. En dat is toch zoiets, ja, die, die je blijft dat wel voelen, zo zeker. De allereerste keer dat ik in een sportpaleis stond, had ik er zelfs een grap over. Hè. Dat ik zoiets had van mijn moeder, dat ze die een uren moest meepakken, of zo. ik weet niet meer wat dat was, maar het was echt zoiets van, ja, dat is toch raar dat, je, dat iemand dat zo'n grote invloed toch ook heeft gehad. He, want het maakt niet uit of je zo jong verliest of oud, oh, dat blijft je moeder, ja, he, jongens, en dat blijft je vader. Jongens, moeder, ja. dat is toch niet eerlijk, maar ik was ik, ik ook ambassadeur, ik ben ambassadeur ook van, voor uh, die uh, buxusplanten dus, voor dingen te maken, chemo, zo te maken. Mm -hmm. En ik vervolgde die zich, uh, wanneer ze feitelijk iets gewonnen, tegen borstkanker, zo ja, 70. Dus ja, ze is wel 67. alleen dat is uh, gokspel natuurlijk. Hè. Ja. Maar ik ben bij mijn vader alleen gebleven, niet gemakkelijk. misschien is geen gemakkelijke mens. Maar, maar kom. Ik uh, natuurlijk, dan, dan ontdekte veel dingen. dat hem, Al mijn krantartikels, alle cd's, alles dat hem, hem bijhouden. Ja. Maar die kon ook heel hard zijn Maar dan worden ze zelfstandig, zeg je, maar op die manier is het toch niet zo gezellig. Zeg. Dat is waar. Dat zijn van die dingen die ze altijd zeggen over hè, een moeilijke jeugd of zo, En dan denk je ja. toch. Goh, mijn knuffel was toch tof geweest. Man, man. Ik keer, <laughs> toen ik de eerste keer ging optreden, dan moest ik natuurlijk mee mee rijden, want ik kon dan zelf nog mee, ik had geen auto. Ik was in de salamanders. Nee. En ik had ook de mensen eens, uh, kunnen laten lachen. Het was iets gelukt. In het begin, natuurlijk, op periode, dan doe je hey, toestanden. En veel in die die zei: Jij denkt dat het toch niet dat gaat plezier hè ja Dan kun je even goed mijn gezicht slaan en ik nog meer aan invaten, maar, maar dat zijn wel die dingen waarvan je zegt, van, en, en waarom? Mm -hmm. Ik heb nooit die beroemd gewerkt. tot het is is altijd een moeilijke mens geweest. Hè? Ja, maar waarom? Ja, is dat, je dat dat je dat meegepakt hebt met je Norwege kinderen? Blijf. Is dat dan ook niet dat je meepakt naar de wagenkinderen kinderen ja, maar, maar dat maar, gaat hier niet gebeuren? Nee, voilà. Ja, zeker, mm -hmm. vast, zeker vast. Zeker Dat moet we zelfs niet voor laten herinneren. Ik heb met mijn gasten... Ik heb, ik heb drie. Ik heb nooit gedacht van drie kinderen. Ik heb uh, twee dochters en een zoon. En mijn zoon zit nog altijd in, 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 een beetje in een beroep. Die doen natuurlijk reclame, dat wel. Maar in ook zijn gym bij ons Nilia ja. mm -hmm. en die zit in, de versus in Hasselt, met een vast contract, twee keer per maand, die doe die heeft Tomorrowland gedaan en dan weet ik zo met die djembe, mm -hmm. ja ja en en ze ook dingen tegen en zo, want kunnen zeggen wat ze zeg, of gedaan jong, ik mm -hmm. goed bezig hè. maar let op hè? Mm -hmm. ja ja ja, ja, papa, dat heb ik heb vanavond geleerd. Zie je altijd op de grond, hij <laughs> is ik kloppen op een Maar die is tot 32 en, en zo, en dan denkt hij, ja, maar met iedereen, en dan mogen we niet vergeten, met alles wat ik doe, dat iedereen wel eens een schouder kloppen gij. Ja. En ik heb altijd gezegd, wat ik zelf heb meegemaakt, dat wil ik zeggen, het was niet jouw of mijn kinderen aan doen. Mm. Nee, en dat doe dan uh, met die drie kinderen en dan vier kleinkinderen zit dat goed. Dan, uh, <laughs> nog weer aan boeren. Ja, je hebt zeker wat achtergelaten. In ieder geval, het is niet... Uh... Ja, we hebben wat achtergelaten, ja. Wat compost en zo. Ja. Maar ik ook nog wel vragen? Want dat vond ook een goeie. Ik was wat dingen over je aan het opzoeken. En je had, zo je had een zomershow en er was Ron Moss erbij. De acteur die Rich Forrester speelt in Bold and the Beautiful voor de mensen thuis. Maar hoe was dat? ja dat was een heel toffe <laughs> gast maar, 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 dan denk, dan komt in dat land die en hier die vol verwachtingen want we hadden dan een show opgesteld en uh, natuurlijk dat die Mengs alles wilt weten en we hebben dan met de regisseur de, de vertaling gedaan van hier gebeurt dat en dat is dan dat goed ja en dan gaan we eens zien we de muziek hè ja ik heb geen gitaar hè. ah nee nee uh -huh. uh, gitaar misschien dingen wel uh, muziek uh, partituren nee ik ook niet maar hmm. Zingt ook? Is uh, hij nog? Ja, op ja, ja. de ja. tablet. Vandaag hey. ja. zei hij: Oh, daar stond de muziek, de tikste baan. Misschien had hij nee, ook niet gekut. Turkisme is alles oudschraven en zo. <laughs> en dan was ik dan, ik ben hem in het <laughs> festeren als, als een oude rokker. Hij hey. kwam in een uh, dingetje op zoeken, een zwarte barcelletje op zoeken. En uh, dan denk ik, ja, en keer tegen die mensen had mijn me een tablet toestaan. En voor zijn gitaar, een keer tegen mensen en dan moet je zien, maar verrommel dat hierbij. Dat, <laughs> ik, ik heb hier niks, ik heb hier, hoe je geen stoeltje. Oh, maar okay. nu liep dat toch allemaal weg zo gelijk rond. Verdraal is wel, of, toen we af en toen moet toch in een tablet zitten en zo Maar zeg ik Maar buiten dat, een hele amicale mens, wel een hele vriendelijke, echt waar? En die had niet de status van ik ben een artiest, ik ben, dat is toch wereldklasse mm -hmm. in het dingen, maar dan is feit ton ook al aangedold, dus uh, ja. van dingen. Maar die deden in de show, maar dan moest ik in vader niet meer fel bij de voer gewoon Ik was mijn zes keer de baan een sketch spelen en ik moest mij met mijn vrouw en die moest naar die rond ons, rond ons, oh ja. en zo en Toen ja, ja. de zei ik dan op een queue, zei ik, dan met ik echt rond staan. Ja. Dat tijd moest dan. En ik zei, maar is dat direct rar? Jool, of was en zei, is dat direct rar? En dan kijk je zo, oh ramos, en dan begon die gewoon ze je en die zong een paar legen en zei: Bye, bye, love. Dus, ja. dus de, 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 gewoon standaard zoek zo'n paar. Hij had ook eens een paar andere willen doen, maar dan ging dan gewoon de misting. in. zeg: Oh, het gaat gewoon om die, die <lacht> dingen. <lacht> ja, iedereen dacht: Van dat God de is Want na het seizoen zei ik: Nog we zwemmen. Na zes optiedagen staan God ringende van duizend. Zoiets. Ik wil het negatief doen, maar, maar dat is weer eens van dat er toch iets bij zich is. En, die Ron Maar hmm. niemand nu nog soms... Nee, dat kan niet. Jij neemt niet aan die show gestolen. Nee, nee. Jawel. Nee. Als maar acteur, acteur meedeed met de Breschaalse huisvrouwen... Ja. Dan zei hij... Ja, acteur, dat is normaal. Die show, dat lukt, dat kan niet. Ja. Het is in feite niet die boom geworden... Maar het is een, een toffe samenwerking geworden... Dat hem in België is en zo... We kunnen hem koning nog eens zien. Dan, dan wel... Het was... Uh, ja, maar toch gezien... Hè, dat is dan toch wel de top of the world. Dat kijk ik dan toch zo... Ja. Maar je kunt die mannen allemaal nog hier hebben, hè? En dat valt heel goed bij. Maar, maar, to, het is een... maar hoe heb die die tot hier gekregen? Hoe is dat, hoe is dat eigenlijk gekomen? Hoe kom op Ron Moss? Ja, kom op Ron Moss. Dat was dus die man, die net dus... Uh, ik zeg even zijn naam, naar kwaad. die Die net die grote Amerikaanse groepen, omdat die intuïteerd ook, in zo'n. Die groep die het tussen Bee Gees doet, die zijn ja, ja. geweldig. Staying Alive. Het is zo'n beetje Gees of ja, Maar, maar, maar. Ja. En ook al die attracties zitten in die peert En die kenden ook, die, die acteurs allemaal. Ah, ja. Daar te gaan. En die zeiden, oh, misschien kennen die wel. En dan ze beginnen telefonijen in te doen. Die zeiden, ja, ja. En dan ja, ook met de verblaafd met, met mijn tickets ik met dat en zo. En dan hebben ze gezegd, oké, okay, we gaan dat doen. Maar dan blijkt, gelijk als, noem maar op, Patrick Duffy en zo, van alles, die willen allemaal zo. Ja, ja, ja. En dan dingen maar, dat je zegt van... Die zingt ook, hè. Die net toch zo die, die, ah, ja. dat duet met Mireille Mathieu. Ja, zo, ja, ja. Die ja, ja klinkt, klinkt. Maar die de, de vader van The Bold and the Beautiful, die een... Uh... Eric. Ja, dat maakt niet te graag Eric dat Forrester. Valt op, dat, dat valt ook dat je dat gezien hebt, natuurlijk. <laughs> maar <laughs> de artsvader, hè. Ja, Die heeft die ook z'n deze Ja. Die Maar je doet ook altijd zo van die afleveringen. Want dat vind ik altijd grappig. Onze van die soap zeker als die al jarenlang lopen. Er zit altijd een aflevering bij waaruit er zo bijna een halve musical aflevering, waar ze allemaal in zingen. En ja. dan is dat is meestal zoiets van één personage valt in slaap en één een droom en die lopen ineens in de jaren dertig rond en iedereen zingt alles. En ze willen gewoon allemaal laten ja. zien, ja dat kunnen wij ook, hè? Wij hebben ook CDs Dus dat is heel. Maar ja, wij, en... Bij mij is die Ron Moss zeker na zo'n 'Bold and Beautiful' is die. In ogen hier ook wel wat onsterfelijk gebeuren. Oh, dat is al ondertussen ook al dik 10, 15 jaar geleden. was er zo'n programma van Wendy van Dijk, die Hollandse Oushi. Oh, dat is fantastisch, ja, ja, dat die zo'n soort candid camera doet en dat zo aan de En ja, dan ja, ja. doen ze ook een interview met Ron Moss. En die komt, dat is ook natuurlijk al even geleden, en die komt dan ook volledig in Rich Forrester uh, mode binnen. Met zo'n zo zo. schalkje. Ja, ja, ja. En wel in shape, he, want dat moet hem wel aangeven. En dan gooit hij ook over zijn favoriet standje en dan zegt hem ook met die stem zo, ja. doggy style. Ja, want <laughs> <Ja. laughs> die, die, die <laughs> gaat, erom, gaat hem echt ontmoeten. Als je puur alleen op die aflevering zou uh, beoordelen, zou denken, ja, dat is iemand die geen humor heeft, die dat geen, die, die zijn eigenlijk niet zelf relativeert. Ja, dat was, dat was heel hier tof bij, zeg ons ook. Ik heb dan gezegd, zei, uh, zei room je die mensen en dan zei, uh, yes you you. ...jouw bij jou een broek broek in broek uit en dan dan die mensen zeggen wat wat is er gebeurd of die zei ik waar doe doe jullie oh in LA zeg LA? en toen kisjes dan worden we vertrokken natuurlijk maar maar dat deed het wel tof ja maar dat blijft in de zwart maar zelf ik heb ook nog even gedacht van ik kan ook zo in een doen maar dat vond de regisseur niet zo... maar dat dat is dingen hè uh, Om hetzelfde te doen. Ik heb dan toch met hem, je zo, Love Me Tender hebben we dan samen gedaan. Uh, ik zeg, oh ja, ik wil dan toch iets met hem, in die zin van, van het zingen ook doen. En uh, ja, de mensen, maar het is toch niet die, hè, die boom geweest. Dan zeg je dan, ik had ook mij gerekend dat dat toch, godverdikke, uh, oh, hè, dan gaan de mensen in die storm lopen, zo. maar. ja, mm -hmm. het is wel een heel, een heel toffe gast, wel een toffe ontmoeting. Ik heb een boek weer, wat ik altijd zeg. Ik heb nog altijd de foto's dat ik kan zien. En dat hebben we blog gezien. Hij heeft ja. gewoon dingen geschreven. Van onze samenwerking. En dan, dan uh, dat pakken ze niet meer af. Hè. Nou, ja, dat is waar. Ja. Dus dat was inderdaad een goed moment als die Oeshi vraagt: wat de vraag was: what is your favorite position? Hè? En hij zo direct, hè, zo, zonder Verpinken, doggy style. En zei zo, no, to sleep. Hè? En hij zo well... Uh, Lying down, I guess. Dat is ook zoiets dat ik nooit meer vergeet. Zo de de, 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 de onwaarschijnlijke. En die foulade. Ja, yeah, ja, en die in zo'n enorme, zo, bijna uitdrukkingsloze houding. Zo. Ja, ik moest er wel mee lachen met die kerel. De kat komt hier voorbij gelopen, man. Fantastisch. Die is sowieso iets anders in de living. Ja? ja. Dat is wel zo. Oh, langs je me al bij zich? Dat je niet even? Je bent nog niet niet Oh, mij is dat 12 uur. het ernaar vooruit. Het is maar een chauffeur, maar hè? <totstut> ja, dat is een chauffeur. Want hij heeft ook nog een chauffeur, hè, dames en heren. Het is nog niet dat we uh, twee verdiepen op een beneden moesten komen. Maar hij is hier een chauffeur. Waanzin, hij had het echt gemokt. Ja, je stond hier dubbel bij hebt gehoord. Terwijl onder het signaal van een tram is. <totstut> ja, dat is. De lessen die hij een chauffeur had, dat was de geest voor ons, trouwens. Ja, inderdaad. Dat en de, James, en de, dat, was dat was de, de James, James Cook. Cook. Ja, <laughs> is uh, ja, ja, ook ja, ja, wel die Die stond buiten, uh, die stond buiten hey. te wachten. Uh. Allright, goed, misschien uh, om, om, om uh, mee af te ronden. Um, ja, ik zou eigenlijk nog twee dingen willen vragen. Eén. Wat is het zotste dat jij ooit op een podium hebt meegemaakt? Dat je echt denkt: deze was wat voor een waanzinnige avond was deze, of een rare omstandigheid of iets waar je. <laughs> Dan ging ik naar de periode dat ik met, met Tony Bell, Tony Bell en Lieske Bell, de, de legendarische oh, mappen om den toog, he, de toog, ja. dat is onze grijze eminentie. Ja. En we moesten optreden in, in Oelen. Uh, en dat was een optreden, dat je soms van die optreden zit, dat jij ook al meegemorgen zit, en we hebben het toch wel al morgen gedaan. Ja. ja, dat was gaar, hè. kunnen we wel mensen een zelf niet so, doen. Soms, soms zijn dat de enige dingen dat je kunt zeggen over die ja, avond. Ja, hè, zo, ja, ja, ja. Dat hebben we toch maar weer ja, dat gedaan dan, ja. En dan moesten we vanmiddag treden op een podium. En dat is opgesteld als de wind. Hoe word ik heel de hele van dat plan in de besmikkel? En dat was mijn kijkentrapje. Oei, een kat. Oh. Ja, hier, ja. Dat is de basil, by the way. Dat is ah. Bazil. Mijn kijkentrapje moest we dat zijn gaan. Alles wat we op een plot of zoiets hadden, dat verschuift met dat pinnetje, dat de wind bezig was. <laughs> dan hebben we toch een optreden. En dan de, de karakter die blijft zijn ding altijd maar doen. Er was een karmisch bezig en er kwam nog een koers daar. <laughs> en dan hebben we het toch maar wel gedaan. Dan. Dat is ja. het gekste wat ik me kan herinneren. Ja. Dat je zegt van... En, ja, ja, maar dat gaat wel zei, Ja, dat gaat, ja. Om ja. de bereiken, ja, wat die klok zo beter? Nee, die klok niet, maar die karmisch was zo beter. <laughs> En dan doen de mensen dat einde. En, en daarna, gewoon vak naar buiten te doen. Dan zegt de jonge ja, madame of zo. Geen en daasproef van mijn huis. Nee. Mm -hmm. Ik heb het geschreven in het contract. Hè. Ja, jongen, jongen. Na de show, onze zegt Rustig wat je zegt. Na de show. Zeg, eerste show. Mm -hmm. Zeg, stal en zijn stoel niet op. Want daar zo ik het niet. Ja, voor gewoon o, o, dingen te kunnen doen. Mm -hmm. Je moet contact met, met die eerste mensen. Dat je daar in rechter zit en zo. Dat zijn dingetjes waar je gewoon voor vak te kunnen doen. Hè? Ja, En dat leerde met schouden en schanden altijd. Hè? Want dat is het goede eruit. Ik heb dat ooit eens meegemaakt, dat ik pas begon, en dat was in Hofterlo, Lo, in uh, tricks toen. En een gast van, uh, de, de, ik moest eigenlijk zo'n beetje een interludium doen tussen twee bands. Hè? En ineens komt er gewoon een gast droog weg naar mij van die band en zegt, zegt: uh, Je vindt het toch niet erg dat wij soundchecken terwijl dat jij bezig bent. En ik zeg, ja, nee, ik zit er eigenlijk helemaal niet mee in. Ik zeg, ga ga dat niet erg vinden, dat in het midden van een van alle nummers ik de micro afpak van de zanger en een paar moppen begin af te steken. En je hebt zoiets, ah. Ik zeg, ja, tuurlijk vind ik hier dat vervelend, dat je alle soundcheckt. Zo heb ik hier wat grappen aan het vertellen. En je begint een kickdrum erin te rammen, dan hoort toch niemand. Maar daar stonden stond mensen gewoon niet nee. bij stil. Hè. Nee, maar ja, eigenlijk... dat is heel raar dat je denkt, dat weet dat toch? Dat zijn toch ja. dingen die je weet. Maar, dat, maar ja, Als je ge, geen zo'n tent, ik heb alle tenten in Vlaanderen wel natuurlijk gezien, en ik ook zei: maar, dan komt die gast op zijn, en die moet van de vuist zitten, vrouw wat er orkest drinkt. Mm. Dat is toch een vuist zijn? Hij zegt: Je zegt, wat denk ik, de de je ja, ja. nou voor de dingen? Dan gaat hij tot dichtbij zich. Je moet gaan vragen wat je voor de dingen, dan denkt hij dat hij de mensen, die zegt dus Holland is een -spel, dat is niet waar. Mm. Dat gebeurt nog altijd. dat gebeurt mm. nog altijd. Het is nog altijd aan al in Vlaanderen. Dan dus zeg jongen moet ik, moet ik dat hier dan doen zo? Kleerkamers, noem maar allemaal op en zo. Het is nog altijd gezegd: ja, ja we hebben een kleerkamer, die in het centerpark. Wat chiks te wekken de dun, mijn rond, allemaal schoon schoon. Ja, wat moet ik op tijd? Ah, twee zalen daar voorbij. alles voor vrouwen zijn helemaal oud. Ja, wat doe je dan? Sketchen. Ja, dan is het al gedaan. Dan hebben het heel stil. Hè. Ja, ja, uh, ik heb niet alleen een kleding, zeg, voor één keer vijf nummers te doen. Met verschillende typen en dit en dat. De, ja, en, dan doen ze dat, maar ze verstonden niet. Dat is gewoon voor de job te doen. Ja. Dat is altijd goed. Nog één ding um, ja. om mee te eindigen, misschien een heel. Wa, wa, zin, was, wat wilde jij nog doen met alles dat je al gedaan hebt? Was na het ding dat je zegt: van, dat wil ik er nog uit hebben? Als je toch dat moment hebt met Stan en Olly en je denkt: ik begin toch een beetje na te denken en me wat rustiger aan ja. en dat soort dingen. Ja. Wat zou je er nog willen? uit en mijn je zegt, dat was het voor Luc Kaals. Ik, ik, ik bedoel, ik, ik zou wel. illegeren want dat is door collega's ook zij. <coughs> onder andere Janine Biskops en zo. Die zei. Ja, in een tijd. Oh, ik zou eens geen dat je zou kunnen meedoen in thuis of zo. En dus niet in, in een vaste rol. Hè? In een gastrol. Uh, ja, dat, dat je charmeert me nog altijd. Ik ben nog altijd kinderlijk blij dat ik een, een, een handvraag krijg voor een, een of ander programma. Ik wel eens gedaan ook nog in een tijd uh, dat quizprogramma ook dat een uh, dingen zei. Dat trouwens nog laatst met die, met die droge nu maar zo zo mm -hmm. een gast of 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 iets dat je door blijft mee voortdoen en voor de rest ja, cliché kunnen zeggen van dat je gezond kunt blijven dat kun je voort natuurlijk doen. Hè. Maar mm -hmm. nu wel. Uh, dat jaar bekijken, weekend en weken, ik sta nu wel een zware zomer. Er zijn toch 25 voorstellingen die we gaan spelen van Strand van Sint-Anneke. Mm -hmm. uh, elke vrijdagavond, elke zaterdagavond, elke zondagmiddag. Dus, dat is mijn zomer. En dan doe ik er voor de rest... Vroeger was er nog eens elke keer in de week daar nog eens door een tent en door een Dat is gedaan. Ja. Dat is gedaan. Dat doe ik niet meer, want dan kun uh, nee. je kunt blijven werken en blijven doen. Maar, maar uh, voor de rest... Uh, nee, zo'n gastrol, dat vind ik altijd tof. In, 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 in niet dat, uh... Gelijk dat je bij Matroushka zat eigenlijk. Ja, zoiets, Dat was ja. ook wel cool eigenlijk, hè? Ja, dat vond ik echt hoe, tof... Hoe he? voelde dat? Want dat is ook in ineens een hele serieuze rol. Dat is niet gelijk dat ze u kennen. Nee, hè? dat was ook weer zo. Dan denk van, ja, dat was wel niet heel, heel serieus dan precies. Ja, ja. Maar ik was, heel, ik was er voor gekaasd, voor zeker die rol van uh, Paul van Moster te spelen. <coughs> en dat, uh, ja dat hij me toch geen wind erin legt, want ze zijn toch van dingetjes nog eens achteraf uitgekomen. Dat was, was cool. Die een mm. baarman en zo en, en ik kom die tegen, die acteurs soms nog en dat is nog altijd een goede band uh, gebleven zo ja. de ik De de dans leren, weten komen, zo was wel plezant voor mij is aan het Maar, maar voor de rest die hoge verwachtingen heb ik niet. Ik heb heel veel gedaan. Ik heb niet van ik heb het allemaal gehad. Nee, hè? nog altijd zo. Als ik een ontwerp, dat is zelf voor die roek... en zo. Gaat naar toe, dat is een uitdaging. Dat, dat vertellen jou, ja, Git, wel natuurlijk een, een tien- en tandige dame. Eh, je bent 46 jaar Berische. Je kunt zo wat alles wat spreken en zo ook. Mm. Eh, maar ik blijf het altijd een uitdaging vinden. En, 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 en hopelijk nu dat dat dus gaat genezen, zo vlug mogelijk. Dat ik terug weer de klaver sta natuurlijk ook. Eh, dat ik eh, zeg, ja, ik heb maar één ding moeten afzeggen, ja, dat is spijtig. Die mensen hebben me dat wel begrepen. Nu heb ik weer even slus tot de 9 mei of zo. Dat ik zeg, oké, okay, dan, dan heb ik weer een, uh, een optreden. En, en dan, ja, nu vooral die focus is nu de zomer. Dat dat tot een goede einde kan brengen natuurlijk ook. Ja. En ja, de winter. Ik noem dat de wintercollectie. September is nog een beetje kalm. En oktober, november is dat alles vol met losse feestjes. Ja. Soms is het meer een reeksje. Maar, maar uh, ja. Ja, ze wel een doener, hè Je bent niet iemand dat gewoon stil zit. Oh, nee, dan, nee. wat ga dat nee. niet doen. Hè? Maar dan krijg ik iedere keer op mijn oren van andere mensen. En die zeggen: Doch dat heb ik allemaal al ging doen? <laughs> Ik zeg: Ja, ik ben toch bezig. hè je? <laughs> ja, ja, maar, ja, maar ze zijn maar Je moet dat doen. Want natuurlijk mag je het doen maar voort. Mm -hmm. en, 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 uh... Is dat verslaafd om het podium? Want dat vind ik ook wel. Ik, heb, ja, ik ben veel aan het lusteren. En ik zie ook echt iemand die je. Die, uh, waarvan ik soms niet goed. Waar ik eerder denk, je zit verslaafd op het podium, dan wel op een, een zeker stuk daarvan. Mm -hmm. Nee, want, want Er is dus ook altijd een oh, ja kunt dan niet missen, graag kunt dan niet laten. Jawel. Jawel. En, en, en is gewoon... Ik heb dat van een direct gehoord, ik weet niet wat van hem is, maar... En dan weet ik ook, je hebt zoveel succes als je te optreden. Ja, dat is wel. En wij stonden in spots en op welk op werk gebeurt dat, maar wij stonden in spots en als die eruitgaat is, is het gedaan. Mm. Wie spreekt er nog van de geston? Wie heeft het nog over ons Yvonneke? Als Als een dag er is van te overlijden, gaan we ons nog eens spreken, maar je zit zo vergeten. Mm. Een week, twee weken later is het al vergeten. Mm. En dan moet als ik dat er kan inzetten. Dan zeg ik, oké, okay, goed. En ik wil ook niet het mag niet zielig worden. Ik wil mijn teksten kunnen blijven onthouden, want dan dan, dan zeg je, godverdomme jongen, toch, dat mag je niet. Als ik het zelf niet weet, moet ze het tegen mij kunnen zeggen ook. Maar het, maar het, het zal misschien eerlijk zijn, maar dan begin ik al. Uh, nu mijn volgende denkbeeldige lijn is zo'n uh, 70 jaar. Zo. Dat is hmm. nog drie jaar dat ik begin zeggen, ik kan ja, de al ver op nemen. Zo is dat gedaan. Het hmm. is dat Maar nog een, het liefste wat ik zou weinigen, dat heb ik al eens woord geschreven, dat is en een zal een show doen niet van zeggen het is lijsten, gewoon spelen. En ik trap zo een goede volgens al de rond, af, die zien in de bad en zo. En ik trap zo de gemaal zeggen, ja, was het in orde? oké? Okay. Dan stond er van achter de gordijnen begonnen, een grote receptie, hè? Want dan een deze stopt vandaag. Hij zegt, maar nou, dat weet je wel, en tegen niemand niks zeggen, ook geen pers, niks, niks. Nee. Zo zou ik het liefst nemen, zo gedaan. Ja. En ook geen twintig keer comeback, hè? Want <laughs> met de strange is ze natuurlijk <laughs> opgerold en zo, bedoel, en, bedoel, Nee, gestopt die mannen hebben ook eind. Dus in de twee nog willen duiken om. Dus in de die zeggen dus welk is geweest. Mannen, dat is 70, dan ben ik vijftig jaar en we dat dan gedaan met hart en ziel en zoveel duizenden mensen plezier gegeven. Dat is iets gewoon in mijn leven. Van vernietig ik al het gele gedaan heb. Ja, dan met die, dan met die stoppen ook hè. En dan Dan je nog slaak te kunnen genieten. Hè. Want, want ja. Dat dat, dat er dan hier zat, die van de bouwen zei, het is gedaan, ja, dat kun Je kunnen niet tegen spreken, is mm -hmm. Maar nee, we zullen we zien zullen wat als dat En we gezond blijven en met Thijs Voort toen. En hetgeen dat op mijn weg komt. Uh, ik heb het allemaal van mij geproefd. Ik heb het allemaal gedaan. Ik heb een musical gedaan. Ik heb de tonie in Ik ben goed. Ik ben goed mm -hmm. bezig. En ik... Uh, ik zie geen vier dat ik zo mannelijk en schadelijk gezegd. of je nog iets kunt vertellen of iets kunt proberen baat te brengen. Maar dat zit er ook wel soms in. Hè? Als je dat vullen, dan kan ik zeggen oké. Okay. Want er is nog veel nood dan, als je de soms in een programma komt, dat dan zo... Dat zijn geen bij-artiesten, want die werken er ook heel hard voor natuurlijk. Maar dat je denkt van, hoe stond het er nou Wat bedoel ik nou? Het is je mm -hmm. strategisch weg, joh. Mm -hmm. hey, we zullen dan zingen, van het programma. Dat hebben ze mij in een tijd ook gezegd, van we kunnen geen dingen. Want iedereen in, in een studie of zo, een studio komt binnen met een hoop bagage. Maar volgens mij zijn er meer dingen, chanson. En jij ja. zei meer dat... een goed pakket en dat moet je uh, gewoon kunnen verdelen. Dat zou ik nog ook wel willen doen. Lees geven, niet maar zo helpen, zo weten van gezegd mm van... -hmm. En er heb een paar mensen gelijk over les, wat dat, dat dingen... De, de Jan Kleimans met Sam Verhoeven het programma, de lassies. Mm -hmm. En zei, Luc, wil jij eens voorzitten en even gezoelig dat, dat doet me dan veel plezier. Ja. Dat is ook de herkenning en zo. En dan, dan, dan heb ik een paar dingen opgeschreven, zeg dus ik, doe dat eens. Dan deze ze dat, ik zeg 'Jij het pakt, hè. Ik zeg, dat is goed, jongen. Weet je wel? Ja. Ik kan ook nu altijd kijken naar iemand, amateur, ik kan veel kijken, als ik vrij ben. En, en ik zeg ook altijd dit. Want anders is het met een brok in de roos naar voor toen dat ik het allemaal gezegd het, het is niet altijd dat je moet zeggen wat je niet meer wilt zeggen. Zeggen ze gewoon, verrassend. Mm -hmm. dat kan alles in, ik hoor dat kan alles in. <laughs> maar ik bedoel, zeg die tijd die mensen. Ik zou door en dat bedraag, zou, zou dat zo doen. Probeer die zei Dat je toch een beetje kritiek kunnen geven. Ik heb het gegeven op mij ook. Mm -hmm. dat, ik, dat ik zelf niet meer zou zien. Zeg het dan gewoon, hè, Luc, ik zou dat zo, zo doen. Mm -hmm. Schoon. Ja. Dat, is, uh, ja, dat is een, uh, een mooier einde kun je eigenlijk niet hebben. Ik hoop ook dat je ooit die show doet met die receptie. Achteraf. Je zit er. Ik zal er zin in. Tegen mij moet het wel zeggen, want anders ga ik het bissen. Maar ik zal het stilhouden tegen al de rest in ieder geval. ik gaan dan terug naar dingen ook nog? Ik ga dan gaan we terug naar sportplaats? Ja, door. het einde van de maand. Dus uh, het is bekend zo Dat je nou? Ja, stress. Oh, alleen valt man. mee, valt mee, valt mee. Ik heb het wel wat onder controle. Ik heb veel gespeeld, veel getry-out. Die show ziet goed, dus ik zit aan het hopen. Ja, maar het blijft spannend. Het blijft zot. En lang duurt het dan? Een uur vijftig. Oh, Twee doen. uur bekend, zoiets. Het van de avond af, maar uh, ik ben benieuwd. Het is wel zot. Maar je het om te komen, om ja. te weten hè ik... Welke, maar, welke uh, dag? We, we, we hier uh, dat is de... Oh man, ik weet het allemaal niet meer. Van, maar de 30e en 31e mei, deze maand. Hmm. Uh, dat is een donderdag en een vrijdag. En een zaterdag 1 juni. Dus, 8 je goestingen. Ja, ik zou het eens... Shall, uh, dan bel ik hier, hè. Voilà, dan bel gewoon de Andries. Andries. Nee, nee, is, dan raak ik mee met jou chauffeur, want ja, ik heb een chauffeur <laughs> doen, <laughs> Nee, nee, hier raak je niet meer mee. Godverdoe me mocht dat je van de trap af Ja, nee, nee. <laughs> bedankt in ieder geval dat ik alles willen veranderen. Ja, ja. En de, de volgende keer... Normaal moet je dan zeggen, dat was een klein moeite, maar dat was toch twee uur werk, zeg. <laughs> ja, <ja>. We, we <laughs> moeten het doen, Andries. We, <laughs> we moeten het doen. Chapeuzes. Dat, dat is dikke proficiat en bedankt dat ik dat kan veranderen. Ja bedankt. Ja, merci voor af te komen Dus uh, Luc Kals, bedankt dat je hier wordt Andries, <laughs> bedankt dat jij hier woont En uh, ja, ik ben Alex Gelijk altijd, dit was het weer voor Welcome to the AA, tot volgende week Laters, biatches The first step on the road to recovery Is admitting you have a problem Welcome To the AA uh -huh. Ik ben hier aan je voor de zon Als het ergens over moet gaan Zend hem eens Software. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.